Ja, Dat is mooi. Oké, nou, het is tijd voor de aftrap, denk ik. Oké, prima. Goed, welkom allemaal. Ja, voor degenen die mij niet kennen, ik ben André Brouwers. Wij zijn van het Beleggingsinstituut. U hoort straks ook de stem van mijn zoon Tom. Beide werkzaam bij het Beleggingsinstituut. En wij houden ons bezig met educatie en informatie voor beleggers. Het is vanavond de bedoeling dat ik u meeneem naar het jaar 2021. Nog niet zo heel ver vooruit natuurlijk, want we hebben nog een paar weken en dan is het alweer zover. Dan is het speciale jaar, zullen we het maar noemen, 2020 voorbij. En we kijken uiteraard even terug naar 2020, maar we kijken vooral natuurlijk vooruit naar 2021. Ja, hoe toepasselijker kan het zijn dan dat ik u een schaakstuk laat zien? Iedereen die Netflix kijkt tegenwoordig en weet dat The Queen's Gambit uitgeroepen is tot beste serie in 2020. Ik heb er ook van genoten, alhoewel ik geen schaker ben. Maar schaken op de financiële markten, daar gaat het vanavond over. Het gaat over uw financiële strategie, onze aanpak en wat we daar allemaal over te melden hebben. Heel concreet, in het tweede gedeelte van mijn presentatie zal ik een aantal tips en strategieën bespreken. En ik zal ze ook uitleggen, want niet alleen krijgt u van ons vis in dit geval, maar we willen u ook graag leren vissen. En dat laatste, dat is iets waardoor u de rest van uw leven plezier kunt hebben als u eenmaal weet hoe u een goede strategie voor uw portefeuille optuigt. Goed, als we beginnen, dan ben ik verplicht om u altijd even de disclaimer te laten zien. Het mag duidelijk zijn, die dient u zorgvuldig te lezen. Wij doen dit ter lering en vermaak vanavond. Wij geven geen individuele adviezen. Dit is onze opinie en daar moet u het vandaag mee doen. Goed, het eerste gedeelte, zoals gezegd, we gaan het hebben over de analyse, over de economie, over de rentemarkt, over koers-winstverhoudingen. Waar staan we nu eigenlijk en waar zult u misschien wel heel verstandig aan doen het volgende jaar en waar moet u ook op letten volgend jaar? Het tweede gedeelte gaan we het hebben over een aantal grafieken. En gaan we het ook hebben over de strategieën voor 2021. En ik heb denk ik een aantal hele leuke voor u in petto. Ja, het is eigenlijk maar dat u het weet. Dit komt uit de Telegraaf van gisteren. Seinen op groen voor goed beursjaar 2021. In feite kan ik al afronden. We zijn klaar. De Telegraaf weet het al. Het wordt een goed beursjaar 2021. Hoe fijn zou het zijn als dat zou werken? Ik ben een jaartje of 35 actief op financiële markten en ik moet u vertellen, ieder jaar opnieuw denk je weer na over het volgende jaar van hey, wat zou er gaan gebeuren? De laatste jaren ben ik regelmatig ook gevraagd voor een webinar waarbij dan een aantal goeroes, als het zo mooi heet, iets zinvols moeten zeggen over het volgend jaar. Ja, ik kan u vertellen, ik zie mijzelf niet als goeroe. Ik ben ook geen visionair. Ben ook geen groot denker. Ik heb wel wat ervaring opgedaan. Ik heb veel stommiteiten begaan. En ik heb denk ik inmiddels ook wel in de gaten wat je vooral moet doen. Dat is namelijk je bezighouden met de dingen die je wel zelf kunt controleren. En daar gaan we het vanavond over hebben. Wat kunt u zo meteen zelf wel controleren? Goed. Ja, wat staat hier? De beursexperts van ING en Zakenbank Insinger-Gillissen die verwachten dat de economie weer in normaal vaarwater zal komen, dat de centrale banken en de overheden doorgaan met stimuleringspakketten en dat ze de groei verder zullen aanjagen. En ze zijn ook uiteraard optimistisch over de aandelenmarkten. Sommigen die verwachten dan een procentje of 6 erbij, zoals de ING. Tja, oké, nou, daar gaan we het straks over hebben. Voordat we dat doen, eerst maar eens even 2020. En het was eigenlijk een spectaculair jaar, vooral voor marktvolgers. En het was eigenlijk een drama voor contrarians. Als je deze grafiek bekijkt, dan zie je dat het afgelopen jaar eigenlijk het slechtste jaar ooit was, tenminste in de recente financiële geschiedenis, waarbij iedereen die zeg maar tegen de markt inging, het er hard voor zijn kiezen kreeg. Dus de contrarians die hadden het moeilijk in dit geval. Zo nu en dan hebben de contrarians het heel erg goed bij het rechte einde. En dat zijn dat met name de momenten zoals in 2000, toen de markt topte en iedereen nog halleluja riep en feest vierde op de financiële markten. Ja, toen hadden de contrarians een heel goed jaar. En het jaar daarna was ook niet verkeerd. En dan wat te denken van 2008, 2009. Dat was ook een topjaar voor de contrarians. En zo nu en dan een superjaar, maar dit jaar dus een heel slecht jaar. Dit ga ik niet allemaal uitleggen, deze sheet, maar hier ziet u een aantal overzichten van wat men nu aan het begin van 2020 dacht dat de aandelen zouden zijn die het gingen doen. Vaak zie je dan,
zoals bijvoorbeeld bij de toppers uit 2019, dat die, waaronder bijvoorbeeld een Apple en een Nvidia en een Advanced Micro Devices, en ASML ook, het Nederlandse aandeel, dat had in 2019 een waanzinnige performance. En dus dacht een hele hoop contrarians, ja, daar moet je contrair op. Die hebben het nu wel gehad. Ja, en wat blijkt, u ziet het percentage staan. Ze hebben ons opnieuw verrast. Ja, welke sectoren hebben het dan goed gedaan? Nou ja, u ziet hier in dit geval de overzichten en natuurlijk de uitschieter bij uitstek, de financials, niet wil ik zeggen, die staan nog in de minst, finance, real estate en energy, die hebben het niet zo goed gedaan. Bovenaan het lijstje ziet u staan de technologie sector en de consumenten, discretionaries, die staan bovenaan het lijstje. Dus die hebben het afgelopen jaar heel erg goed gedaan. Ja, en dan te bedenken dat we in een jaar terechtkwamen, februari, maart, waarin het toch ernaar uitzag dat we een mega crisis zouden gaan krijgen. Eentje die eigenlijk ongekend was voor moderne begrippen, tenzij u in 1929 de crisis had meegemaakt, want daar werd het mee vergeleken. Ja, en hoe anders is het uiteindelijk gelopen? 38% was het dipje dat de AEX liet zien in maart. 38%. Ja, en daar zijn nog maar een paar negatieve procentjes van over. Maar goed, as we speak, kan het morgen weer misschien zelfs in een klein plusje veranderen. Ja, een bizar jaar. En zeker ook gelet op de omstandigheden, een bizar jaar. Wat je vaak ziet, is dat als een thema eenmaal in de mode is, zou je kunnen zeggen, en dat thema loopt vaak door, dan kun je bijvoorbeeld dus op dit moment kijken naar een thema, wat heet dan duurzaam, ESG. En dat staat voor Environmental, Social and Governance. Hè? Dus met andere woorden, een duurzaam beleid. Die sector, die bedrijven, hebben het goed gedaan. En de specialisten die verwachten dat dit thema ook door zal lopen naar de toekomst toe. Enfin, daar hoef je geen professor voor te zijn om zoiets te benoemen. Dat kunt u ook met een beetje boerenverstand snappen. Wat wel opmerkelijk is, is dat minder duurzame bedrijven meer mensen in dienst hebben. Wat te denken van bijvoorbeeld de energiesector. Ja, laat dat maar even op u inwerken. Minder duurzame bedrijven hebben meer mensen in dienst. En inderdaad, als de tendens dus wordt dat we met z'n allen duurzamer gaan worden, is de vraag, wat gaan al die mensen dan doen? Ja, als we terugkijken, moeten we ook kijken hoe groot de economische klap nu eigenlijk geweest is. Nou, laten we eens beginnen met Britain rules the world. Dat was in ieder geval een 100 jaar geleden de situatie, maar inmiddels natuurlijk niet meer. Ze hebben zelfs kerstmis moeten afschaffen. Nog nooit was de terugval in de UK zo groot als dit jaar. Echt een bizarre terugval in de economische groei. U ziet het hier, we hebben hier zelfs cijfers vanaf 1710. Ja, als je naar Japan kijkt, zie je dat we het wel heel erger hebben meegemaakt in de recente geschiedenis. Wat te denken natuurlijk van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vandaar die enorme krimp destijds in Japan. Maar ook hier was er toch sprake van een behoorlijke dip. Ja, en dan hebben we natuurlijk in dit geval te maken met de VS. Ja, data vanaf 1900. En dan zie je dat dit de grootste uitschieters in negatieve zin waren. Dus 2020 mag zich meten met bijvoorbeeld een jaar als 1919, 1920, 1914. Ja, allemaal vaak historische jaren waarin de oorlogen speelden. Wat te denken ook van 1946. Toen was er ook een serieuze krimp. Maar dus niet zoals in 1932, midden in de financiële crisis destijds, was er sprake van -12% krimp. En nu, tussen aanhalingstekens, slechts 3,6. Ja, wat een jaar. Hè? Tijd voor een terugblik. Zoals gezegd, angst voor recessie en depressie in maart zijn weggepoetst met monetaire en fiscale steunpakketten. De verwachting dat het zal herstellen is op dit moment eigenlijk de heersende overtuiging in de financiële markten. Het cyclische herstel, dat is ingezet. Ja, nu is de vraag, volgen nu ook de bedrijfsresultaten? Maar dan is er een andere markt, de obligatiemarkt, en die vertelt een heel ander verhaal. Als je kijkt naar aandelen en obligaties en je komt in een recessie terecht, en als u mij dat een jaar geleden had verteld, dat dit jaar een krimp zou komen van 3,6%, dan had ik gezegd, nou, dan moet je maar één ding doen, dan moet je obligaties kopen en aandelen verkopen. Want dat was de wijsheid, de traditionele wijsheid. Maar kijk naar deze grafiek en u ziet het. In eerste instantie was die reactie zo. Aandelen vol onderuit, februari, maart. En obligaties deden het toen oké. Maar inmiddels zien we dat we weer terug zijn op 100. En dat betekent dat in dit geval de S&P 500 ETF tezamen met de Treasury Bonds eigenlijk gelijk speelveld hebben in dit geval. Opmerkelijk dus, een atypische beweging. Tja,
En dan kun je zeggen, ja maar die aandelenmarkten, hoe zit dat nu? Moeten die niet langzamerhand eens een keer corrigeren, zoals ze dat ook wel eens in het verleden deden? Ja, dat denk je natuurlijk, zeker als je wat meer ervaring hebt op financiële markten, al snel. Je denkt, dit kan niet. En ik heb heel vaak moeten terugdenken aan de jaren 90 van de vorige eeuw. Ook toen hadden we een periode dat het jaar na jaar na jaar na jaar omhoog ging. Dat in 1996 een meneer Greenspan riep, this is irrational exuberance. En hij riep dat in dit geval op 5 december 1996. En u weet, de top van de financiële markten lag in maart 2000. Dus maar liefst 4 jaar irrational exuberance. Hè? Dus het werd steeds gekker en steeds wilder op financiële markten. Ja, de vraag is dat nu ook zo? Hè? Zitten we nu ook in een idiote situatie? Is in dit geval het beleid van de centrale banken niet veel te accommoderend? Hebben ze niet veel te veel geld in de markten gepompt? En gaat dit allemaal richting assets? Of het nu gaat om huizenprijzen, of het nu gaat om aandelenkoersen, of omdat het gaat om obligatiekoersen. Alles is van linksonder naar rechtsboven vertrokken. Als u naar deze grafiek kijkt, ziet u dat het natuurlijk ook wel eens een keer kan verkeren op financiële markten. Misschien heeft u 2008, 2009 nog in uw geheugen zitten en dan weet u dat we toen 55% corrigeerden. Misschien heeft u 2000, 2003 nog in uw geheugen zitten en dan weet u dat we liefst 70% corrigeerden in 3 jaar tijd. Ja, het kan dus wel verkeren, maar de vraag is, wanneer komt dan die correctie? U hoort het, meer vragen dan antwoorden zult u zeggen, vertel het maar. Ja, dat komt straks. Wat is nu eerst de les van 2020? Winnaars, ja, die bleven winnen en verliezers, ja, die bleven eigenlijk achter of die bleven verliezen. En momentum was sterker dan contrair gaan. De takeaway staat hier, we should be on the lookout for great contrarian trades, because they can make a lot of money. But we should not seek out contrarianism for the sake of it, as that is a recipe to lose money. En dit is het wel, hè. Zo nu en dan moet je contrair op wat de massa doet. En als heel veel mensen en heel veel kenners allemaal in dezelfde pas lopen, dan wordt het langzamerhand uitkijken geblazen. Dan moet u oppassen. En ik denk dat we een klein beetje moeten oppassen voor het bijna logische positivisme wat er op dit moment in de markt heerst. Denk maar even aan die kop van de Telegraaf. Lessen van 2020. Ja, heel veel mensen die bij ons cursussen hebben gevolgd de afgelopen 10 jaar. Want ik mag met enige trots zeggen dat wij inmiddels 10 jaar bestaan. In 2021 vieren wij ons 10-jarig jubileum. En een van de eerste dingen die ik mensen probeer duidelijk te maken als het om financiële markten gaat. Regel 1, wij weten niets. Regel 2, alles kan. Alles kan gebeuren. En kijk hoe 2020 opnieuw dat heeft bevestigd. Eigenlijk weet je van tevoren helemaal niets. En waarom weten we niets? Niet omdat we niet goed geïnformeerd worden of geen visie hebben, om het zo maar even te zeggen. Nee, omdat het heel simpel met de toekomst te maken heeft. En één ding wat je in financiële markten tegenkomt, is dat je continu ziet dat je verrast wordt. Het is altijd weer wat anders wat opspeelt dan een coronavirus, dan een terrorist, dan een boekhoudschandaal, dan, nou ja, vult u het zelf maar in. Als je bedenkt dat je feitelijk niets kunt weten over de toekomst, maakt dat het leven eigenlijk een stukje simpeler. En ik zei er al, bij de inleiding, het is vooral van belang om aan dat knopje te draaien waar je als belegger zelf wel iets mee kunt. En dat is volgens mij het knopje risico. Wij zijn gefocust op risicomanagement. Of ik gelijk krijg met mijn visie, met mijn verwachting, de kans is groot dat het niet gebeurt. Misschien is uw kans en heeft u wel een fantastische, goede onderbuikgevoel, vingerspitsengevoel, yin-yang, ik weet het allemaal niet. Misschien heeft u dat allemaal en denkt u wel van ja, maar ik heb wel in de gaten wat er volgend jaar gaat gebeuren. Nou, prachtig. Denk dan in dit geval vooral aan wat u kunt verliezen als u ongelijk krijgt. Want dat is in ieder geval zeker ook een les van het afgelopen jaar. Want had u kunnen bedenken aan het begin van het jaar dat good old koninklijke olie, van €26 terechtkwam op een tientje? Ik denk het niet. Maar als u niet aan uw risico had gedacht, dan was u nu klaar. Dan lag u knock-out in de ring. En ja, dat is zelfs soms voor de beste mogelijk om knock-out in de ring terecht te komen. Zoals u recent ook wellicht gehoord heeft, als u het kickboksen een beetje volgt. Ja, ik denk altijd vanuit mijn
en ongelijk. Dat heb ik geleerd. Dat is een van de lessen van de afgelopen 35 jaar. Denk nou vooral aan wat gaan we verliezen als mijn visie niet uitkomt. In plaats van te denken vanuit het gelijk, hoeveel gaan we nog verdienen als de verwachting wel uitkomt. En natuurlijk is het leuk en spannend en interessant om te denken aan wat je gaat verdienen. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Maar de vraag is natuurlijk ook vooral, maar hoe vaak komt uw visie dan niet uit? Nou, en dit heeft opnieuw laten zien 2020 dat het goed is om na te denken over uw defense, uw bescherming. En waarom zou dat in 2021 anders zijn? Ik denk het niet. Dan nog een les uit 2020. Aandelenindices. Ja, die worden steeds geconcentreerder. Technologie domineert. Index beleggen. We kopen inmiddels een aandeel niet omdat het een goed bedrijf vertegenwoordigt, maar simpelweg omdat het in een index zit. Hoe ridicuul, hoe maf, hoe idioot kun je het hebben? Maar dat is wel wat er op dit moment speelt. En dan te bedenken dat die indices steeds meer gevormd worden door een handjevol aandelen. Dus hoe kwetsbaar bent u zometeen als u denkt dat u gespreid in een index belegt, maar vervolgens eigenlijk heel geconcentreerd bezig bent? En wat als er dan plotseling daar een keer bij die paar geconcentreerde aandelen plotseling het feest voorbij is? Ja, dan gaat het inderdaad met dat brede, tussen aanhalingstekens gespreide mandje ook redelijk hard. Ik heb nagedacht over 2021 en ik dacht van ja, wat wordt dit voor een jaar? Nou, misschien wordt dit wel het jaar waarin, misschien wel het woord van het jaar volgend jaar om deze tijd, het woord virusvoorsprong wordt. Of default, dovish, eurexit, side effect. Ja, waar gaan we het vanavond over hebben? Nou, we gaan het in ieder geval niet hebben over 54 maanden lang OH met elkaar en dan nog één weekendje te gaan. En dan? Tja, dan zouden we dan eindelijk de Brexit hebben. Of gaan we het hebben over een tax-deductible lunch? Ja, er is nog even een steunpakketje van 900 miljard in het congres geregeld. Maar de Republikeinen wilden wel dat de bonnetjes voor de lunch aftrekbaar moesten zijn binnen dat steunpakket. De idiotie, er is iedere dag weer wat te lachen als je financiële markten volgt. Wat bedoelde ik met virusvoorsprong, zult u denken? Nou ja, dat heeft u gezien. De mutant die zich plotseling voordoet in de UK en ook al in Nederland en elders. Ja, het virus is ons misschien wel telkens een stapje voor. Misschien zit die wel op het schaakbord een stapje voor ons. Een default? Ja, dat zou zomaar kunnen. Waar vandaan? Denkt u even aan China. Dovish? Zeker. We krijgen een mevrouw Janet Yellen in dit geval in het Witte Huis als adviseur, als minister van Financiën. Eurexit? Tja, ik heb een donkerbruin vermoeden dat al die kosten die gemaakt moeten worden voor de steunpakketten in Europa, dat het de solidariteit op proef zal stellen. Dus ik denk inderdaad dat een eurexit, of iets wat erop lijkt, zomaar zou kunnen. Overigens, idioot genoeg, las ik op de een of andere krantensite dat er paragnosten zijn die verwachten dat we een noorder-euro krijgen. Nou ja, grappig genoeg. Fools think alike, zou ik bijna zeggen. Een side effect. Ja, je kunt natuurlijk nog ook een vaccin krijgen waarbij op een gegeven moment een vervelend bijeffect kan zijn, wat de hele, ja, misschien wel het hele vertrouwen van mensen in zo'n vaccin onderuit schoffelt. En dan gaan we dan door met ja, corona 2021. Nog een jaar of nog langer? Enfin, dat zijn lastige zaken en ik heb daar uiteraard het antwoord niet op. Ja, dan te bedenken dus waarom analisten zo positief zijn. Als we hier in deze grafiek kijken, en ik vind het een hele fraaie grafiek, dan ziet u dat de condities nog nooit zo lenient zijn geweest, als ik het goed zeg in het Engels, staat hier lenient. Oftewel, het is een hele accommoderende situatie. Nog nooit zijn de financiële condities zo ruim geweest. Dat kun je meten, en dat heeft men gemeten en in deze index heeft men dat weergegeven. Ja. Waarom zijn analisten dan zo positief? Nou ja, u las het in het inleidingje ook al. Inderdaad, omdat de centrale banken zo accommoderend zijn. Bezig zijn met nog een pakketje erbij. En nog een pakketje erbij. En we zitten inmiddels al de vierde wave of quantitative easing. Ja, en al dat geld. All the money anywhere must be somewhere. Geld is dus nog nooit zo makkelijk beschikbaar geweest als nu. Wanneer de opkoop van obligaties door de Fed wordt meegenomen, krijg je echt een gigantische balans bij de Fed. En volgend jaar, dat is nog wel interessant, dan moet er ongeveer 350 miljard aan obligaties afgelost gaan worden. In dit geval
is er maar één partij die ze kan opkopen en wil opkopen. Een tiental jaren geleden waren de Japanners en de Chinezen de belangrijkste kopers van de Amerikaanse staatsschuld. Inmiddels hebben die een stapje terug gedaan. En nu zijn er in dit geval nog maar één partij die echt koopt, samen met de Amerikanen zelf overigens. En dat is de Fed zelf. Dus het is vestzak, broekzak in dit geval. Ja, en dan nog iets, hè. Als het nou toch zo goed gaat en iedereen zo optimistisch is, waarom zijn de condities dan zo gunstig? Zoals gezegd, de centrale banken die doen er alles aan om de rente laag te houden. En het opkopen van obligaties gaat gewoon door. En de ECB doet uiteraard vrolijk mee. De Fed verwacht geen inflatie boven de 2% voor de komende 3 jaar. U leest het goed. De Fed weet al dat we geen inflatie gaan krijgen de komende 3 jaar. Nee, natuurlijk niet, weet de Fed dat. Dat is hun verwachting. Maar daar hebben ze wel hun beleid op gebaseerd. Maar er was ook bij de laatste meeting één belangrijk zinnetje. Die 2% inflatiedoelstelling, ja, ach, als het een keertje er doorheen schiet door die 2%, dan gaan we niet meteen op de rem trappen. Want ja, de financiële markten moesten opnieuw toch eigenlijk tevreden worden gesteld. En dus, in dit geval, blijft die 2% niet eens een harde lijn. Maar die obligatiemarkt, die vertelt wel een ander verhaal. En als je kijkt wat er gebeurt, zien we nog steeds dat de rente in Amerika net nog geen 1% noteert. Voor een 10-jarige staatslening krijg je amper 1% rente in de VS. En dat was aan het begin van het jaar bijna 2%. Dus daar is wel wat gebeurd. En als die rente dan zo laag ligt, dan kunt u zeggen, hoe kan dat dan? Want als de economie toch zo geweldig gaat herstellen, dan zou je toch mogen verwachten dat die rente omhoog moet. Precies. Maar dat gebeurt dus niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat die kunstmatig door de opkoopprogramma's worden gedrukt, de rentes in dit geval. Daarnaast zijn er ook twee werelden. Dat kun je in deze grafiek terugzien. Je hebt hier te maken met volatiliteit, een belangrijke angstmeter in de markten. En de volatiliteit op de aandelenmarkten en de volatiliteit op de obligatiemarkten, daar zit een aardig verschilletje tussen. Dus hoe kan dat? Aan de ene kant zien we kapitaal dat een aandelen wil beleggen en dat houdt dus op dit moment rekening met meer bewegelijkheid dan feitelijk in de obligaties het geval is. Oftewel, dat matcht niet met elkaar. En dan nog iets, u ziet eigenlijk, als u naar deze grafiek kijkt, dat de yieldcurve, oftewel het verschil tussen de korte en de lange rente, al een kleine, bijna 3 jaar, het derde jaar gaat het worden, aan het oplopen is. Dat verschil tussen de korte en de lange rente neemt toe. Ah ja, inflatie. Wat zegt u? Inflatie? Ja, inflatie. Dit is wat de Fed-members denken dat er met de inflatie gaat gebeuren de komende jaren. En inflatie is een woordje wat ik zeker ook in 2021, denk ik, de aandacht behoeft van beleggers. Want als er inflatie komt, als de economie gaat herstellen, de reflation zoals we het inmiddels noemen, het herstel van de inflatie, het herstel van de economische cyclus, als dat gaat gebeuren, dan gaan rentes stijgen. Maar als rentes gaan stijgen, dan hebben we wel een probleem. Want de schuld, zoals u begrijpt, is zeker niet afgenomen de afgelopen 10 jaar. Dat was al niet zo voor corona. Toen hadden we al meer dan 25% meer schuld dan, weet u nog, in de kredietcrisis. Inmiddels is die schuld door alle ellende van corona natuurlijk nog veel verder opgelopen. Dus een inflatie die plotseling om de hoek komt kijken en die net even iets hoger is dan dat iedereen denkt, dat kan wel eens een hele vervelende worden voor de aandelenmarkten. Niet voor niets laat ik ook iedere week de T-bonds zien. Want een stijgende rente boven de 1% is een signaal, heeft een psychologisch effect voor de aandelenmarkten. Hoe dat zit, laat ik u straks zien in de vorm van een andere grafiek. Komt er dan inflatie? Je kunt zeggen, dan moet je meten wat de goederenprijzen doen. De CRB, Commodity Price Index, die laat dat hier zien. En dat is in dit geval de gele lijn. Nou, die gele lijn ligt, ergens gemiddeld, zo rond de 10. Maar kijk even wat die rode lijn gedaan heeft. Nog nooit, we zeiden het al straks al, is de liquiditeit zo hoog geweest in financiële markten.
En commodities, wordt dat dan de nieuwe boelmarkt? Nou ja, hier het langere termijn beeld van de afgelopen 20 jaar. U ziet waar we ons op dit moment bevinden. We zien wel een fantastisch herstel. En wat we ook zien, en dat is toch wel opmerkelijk, is dat de prijzen van de commodities die in deze index zitten, dat die hoger liggen dan voor corona. En ik zei het al, all the money anywhere must be somewhere. En in the global liquidity jumping by some $20 trillion in 2020 or some 25% of world GDP, there's a lot to spend. Ja, money flows. U kunt deze zaken uiteraard, als u het webinar terugkijkt, nog eens rustig helemaal lezen. Maar de boodschap hier is dat geld wat gecreëerd is, dat moet ergens naartoe vloeien. En in dit geval was het zo dat in de global financial crisis 2008-2009 duurde het 2 jaar voordat die economie hersteld was. Overigens in de jaren 30, die grote crisis van de jaren 30, dat duurde het 10 jaar. En het goede nieuws is, COVID-recessie duurde amper 6 maanden. Opmerkelijk dus, hoe kan dat? Heel simpel, dat komt omdat centrale banken op een fantastische manier gas gegeven hebben. Het zijn eigenlijk de alchemisten van deze tijd geworden, kun je zeggen. Vroeger deed een alchemist verwoede pogingen om van een steen goud te maken. Nu is het heel simpel, nu maakt men van goud, in dit geval papier. Want we hadden ooit de gouden standaard in 1971, vrolijk afgeschaft. Bretton Woods, u kent het misschien nog uit de economieboekjes. Ja, geld is op dit moment helemaal niet meer gebaseerd op bezit, maar geld is gebaseerd op schuld. Geld gaat nu over geloof, hoop en vertrouwen. En onder andere dankzij deze heer, Mario Draghi, ja, met zijn spuiten, zijn injectiespuiten. Ik moest even aan dit beeld denken, nu we toch allemaal aan het vaccin gaan. Ja, hij heeft ook een vaccin. Al lang voordat we corona hadden, had hij al een vaccin. Namelijk zijn injectiespuiten voor zijn doelstelling. Namelijk, whatever it takes. 2012 zei hij dat. Whatever it takes, we zullen de euro beschermen. Ja, is het hoogmoed en komt hij voor de val? Ja, waarom stijgen de markten, zult u zeggen? Nou, zo werkt het. De ECB koopt in het kader van QE nu ook corporate bonds op, hè, bedrijfskredieten dus. Dus als handelaar kijk je dan niet meer naar de kredietwaardigheid of de winstverwachtingen van een ondernemer. Ben je gek? Zo'n handelaar denkt alleen maar, hey, ik koop dit product, want ik kan het volgende maand doorverkopen aan de ECB. Ik heb toch wel een koper gevonden. Zo makkelijk is het geworden. En zo idioot is het dus ook geworden. En als je vroeger in de jaren 70, 80 met oude beurshandelaren sprak, dan zeiden ze, ja, vroeger keken we altijd naar de M1, de M2, M3 cijfers. Dat was het, de money supply figures. Nou, je hoort er geen mens meer over, maar ik heb hier nog een aardig grafiekje gevonden waarbij je de M2 jaarlijkse groei ziet. Ook hier zie je dus die enorme spike omhoog, hoe extreem het allemaal is in vergelijking met het verleden. Geld, geld, geld. Ja, en die centrale banken, hebben we nog te maken eigenlijk met rechters, banken of parlement? Nee hoor, het is maar één macht die regeert. En dat is de vierde macht in dit geval. Dat zijn de centrale banken. Die hebben de macht over wat er gebeurt. Er is meer geld in de economie dan in 2008. En er is nog iets belangrijks. We hebben niet alleen maar monetaire financiering. En in dit geval hebben we namelijk ook nog eens overheden die met steunpakketten komen. Je zou kunnen zeggen, we hebben ook een soort helikoptergeld gekregen, wat Ben Bernanke altijd rondtoeterde, dat hij daar van hield, van dat helikoptergeld, om de boel aan te zwengelen. In dit geval hebben we natuurlijk steunpakketten. Oké, in Amerika 900 miljard, ja, wat maakt het uit. Maar in dit geval hebben ze maar de helft van het geld ten opzichte van het vorige steunpakket te pakken. Dus het is nog steeds gesteund, maar volgens mij is het nog steeds te weinig om iedereen in dit geval op peil te houden. Maar hoe dan ook, er is een veel grotere increase in money supply op dit moment. And we can expect it in due course to lead to inflation and to lower earnings multiples on stock. Hey, hier wordt een relatie gelegd tussen geld wat in omloop is, inflatie die zou kunnen ontstaan en vervolgens in dit geval de waarderingen voor aandelen. En dat is een interessante, die moeten we eens even van dichterbij bekijken. Hier ziet u hoe die relatie tussen inflatie en koers-winstverhoudingen, in het Engels PE, price earnings, koers-winstverhoudingen, zijn van belang. En als je kijkt naar de regel van 20, dan is het jarenlang zo geweest dat wat je voor een aandeel mocht betalen, dat had te maken met het getal 20 minus de inflatie. Dat was een soort gouden regel. Nou, als je dat tegenwoordig doet en je zegt we hebben een inflatie van nog geen 2%, dus misschien 1%, en je neemt het getal 20, dan zou je een koers-winstverhouding van 19 mogen hebben.
Nou, kijkt u even waar we staan. U ziet het hier, de S&P 500 trailing, PE. Nou, dat is dat grijs-blauwe lijntje hier. En dan ziet u dat we dik boven de 25 staan. En de core inflatie, u ziet al dat die al heel lang heel erg laag is en de laatste 20 jaar eigenlijk niet echt van zijn plaats gekomen is. Maar du moment dat dat wel gebeurt, ja, dan heb je een hele vervelende situatie te maken. Want dan zie je dat aandelenkoersen ook redelijk rap de andere kant uitgaan, namelijk zuidwaarts. En dat betekent dus dalen. Ja, leven we dan eigenlijk op geleende returns? The market borrowed returns from the future. Ik vind dat een mooie one-liner. En die wil ik u dus uiteraard ook niet onthouden. En zoals gezegd, all that money. What is unfolding then is a remarkable rebound from a historically serious economic hit. Inderdaad, we hadden een serieuze economische hit. We should all be happy to take this news and put it up with a corollary. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik weet niet wat het woord betekent. As stock markets around the world are actually up in such a year, it is obvious that they have borrowed returns from the future. Inderdaad, we hebben geleend van de toekomst. That is fine. It's what stock markets are supposed to do. Natuurlijk, als je een aandeel koopt, betaal je een aantal keren de winstverwachting voor de jaren vooruit. But it means that we should moderate expectations maybe for the next few years. Maar hoe moet je dat dan bekijken als je nu in aandelen gaat beleggen? Hoe moet je dan weten of het minder wordt? Dankzij een van de mensen die nu ook zitten kijken, heb ik het rapport van UBS gekregen. En UBS, Union Bank of Switzerland, is een van de vooraanstaande partijen als het gaat om het uiten van een visie. En daar wordt vaak naar gekeken en ook vaak gekopieerd. Wat zij onder andere in hun samenvatting recent zeggen is: future returns are likely to be lower than in recent years across all major financial assets. Dus zij zeggen, dat zijn toch niet de eerste de beste, dat we ons moeten voorbereiden op mindere jaren. Hopla, ik tik de verkeerde aan. Komt de volgende. Ja, dat dus als eventjes als snelle inleiding. Nou, dan gaan we het hebben over Azië. Want als u nou aan mij vraagt, waar moeten we dan wel met ons geld naartoe? Of wat moeten we dan vooral wel doen? Nou, ik denk dat je onder andere in Azië moet zitten. En ik probeer u uit te leggen waarom. Om te beginnen is het voor de korte termijn zo dat er in Azië minder schuld gemaakt is dan in de rest van de wereld. En dat heeft alles te maken met corona. Bovendien zijn de schulden daar ook ten opzichte van de GDP's veel lager dan in het Westen en dan in de VS. Het herstel is ook veel sneller gekomen. De discipline, ook wat gaat om het dragen van mondkapjes, om maar eens wat te noemen. Ja, dat is daar toch net even ietsje strakker en ietsje scherper. De groeivooruitzichten, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, zijn natuurlijk vele malen hoger dan wat wij hier in de westerse wereld hebben. Op dit moment is het overigens zo dat China alweer zijn productie aan het opvoeren is. Misschien iets te snel en iets te hard voor mijn gevoel, maar het is wel booming. Daarnaast hebben we ook nog even te maken met een dalende dollar. En dat is heel fijn voor de Aziatische landen, want veel leningen daar zijn genoteerd in dollars. En als de dollar daalt, ja, dan hoef je in feite minder terug te betalen. En dan het allerbelangrijkste, en dat is misschien wel een hele belangrijke factor, dat we op dit moment zien dat geld richting Azië stroomt. Het geld wat er is, gaat vooral, en dat is een populair thema geworden, gaat richting de Aziatische tijgers bijvoorbeeld. Ja, en Return of the Tiger zou ik het kunnen noemen. Ik kan me nog herinneren in 1997. En in 1997 hadden we ook een heel populair thema. Toen moest iedereen en alles moest in de Asian Tigers. Want dat was de toekomst. Daar moest iedereen in. Nou, we zaten er nog niet goed en wel in. Of we hadden op dat moment even een crisis. We kregen toen de Thaise badcrisis. Ja, inderdaad, de Thaise bad. Voor alle goede orde, als u nu denkt aan hele fantastische beelden, mijn heren, het ging daar over een valuta, want de baht is een valuta. Nou, hier zien we dat de tigers in dit geval weer een opkomst zijn, maar deze keer for real. Ik denk dat we nu wel na 20 jaar verder zijn in de ontwikkeling van veel van die markten en dat daar ook, gelet op demografische aspecten en ook de groei, daar ook echt potentieel is. En dat potentieel, ja, dat onderkent ik natuurlijk niet alleen. Dat is natuurlijk al iets wat we ook zien. En we zien hier bijvoorbeeld ook dat er veel geld richting Azië stroomt. Investors are pouring into Asian assets, sending stocks and bonds higher. Niet alleen aandelen worden gekocht, maar ook obligaties. Bijvoorbeeld high yield obligaties. Nou, dat zijn obligaties waarbij je een hogere rente krijgt. Het verschil bijvoorbeeld in rente tussen de VS en de Aziatische high yield obligaties is ongeveer 3%. 3% verschil.
Nou, dat is substantieel. En in een tijd dat je amper nog 1% krijgt op je dollars voor 10 jaar staats, ja, dan kies je wellicht voor de high yields in het Verre Oosten. Ja, waarom zou je nou in emerging markets moeten beleggen? Nou, een van de dingen is heel simpel. En waarom is dat ook gebeurd, dat geld naar Azië toe? Is bijvoorbeeld doordat China opgenomen is in de internationale indices. Nou, dan krijgen we het zogenaamde Tesla-effect. Trekkers moeten trekken. En dus gaan die aandelen indices omhoog. Azië dan, dat maakt minder schulden. En zoals ik al zei, dat heeft onder andere te maken met dat corona-gebeuren in de westerse wereld. De emerging market schulden zijn in dollars en een dollar die zwakker wordt is gunstig. De economische cyclus heeft daar ook heel erg veel te maken met technologie. Maar ook een ander heel belangrijk punt, nog los van het feit dat er geld naartoe gaat en dat er veel meer groeipotentieel is, is nog een heel ander belangrijk aspect. Dat is namelijk dat de koers-winstverhoudingen veel lager zijn. Dus je hebt meer groei in het vooruitzicht, je hebt minder schuld. En dan zou je zeggen, nou, dan mag je ook wat meer betalen. Nee hoor, dat betalen we dus op dit moment nog steeds veel minder voor. En dat is in mijn beleving een aspect wat u als belegger in het komende decennia, 2020, 2030, dat denk ik moet u in de gaten houden. Als er al economische groei gaat zijn, dan zal dat zeer waarschijnlijk ook in het Verre Oosten te halen zijn. De Fed, die moet dus veel meer schuld maken. En dat is zoals gezegd ook een nadeel voor de dollar. En we zien dus in dit geval ook een relatieve outperformance van de emerging markets versus de S&P 500. En als een trend eenmaal inzet, en ik zie die trend de afgelopen tijd op gang komen, dan is dat volgens mij een trend die lang kan doorzetten. En niet volgende week of volgende maand. Ik heb het hier over jaren, years to come. Wat zien we nog meer op dit moment? Ja, metalenprijzen die gaan ook door het dak. Koper, ijzererts, ze zijn allemaal sky high gegaan de afgelopen tijd. Ze zitten op 6-jarige hoogtepunten. Overigens geldt dat ook voor sojabonen. En de enige echte uitzondering zou je kunnen zeggen is de olieprijs. Het tikt nu een klein beetje omhoog, maar het is nog zeker niet het niveau wat we eerder gezien hebben. En wie of wat is dan de driver, zou je kunnen zeggen? Ja, dat is China. Die stuurt dat allemaal, die pusht dat aan. En dat heeft een uitstralingseffect, in dit geval naar heel veel Aziatische landen eromheen. De verwachting dat het virusvaccin sterk herstel van de economie oplevert, ja, dat is zeker positief. Maar we zien ook, zoals gezegd, dat er geldstromen gaan. Hedge funds zien geldstromen, naar met name ook commodity funds gaan. En we zien ook stimuleringspakketten van de overheden. En zoals gezegd, de wereld is op dit moment in de ban van reflation trade. Hè? Dus het herstelpotentieel. Dat zie je ook terug aan de transport. Want ook die sector is in het herstel en wordt ook opgepikt. En transport wijst natuurlijk op handel. Dan zien we nog iets anders, namelijk dat ook het vertrouwen in de Aziatische markten, en ook met name in dit geval in China, heel erg groot is. Hoe zie je dat? Nou, dat kun je zien aan de risicoparameter. Die bevindt zich op dit moment op het laagste niveau van 2015. Dus met andere woorden, men heeft veel vertrouwen. En vertrouwen is iets wat je nodig hebt om zo'n geldstroom op gang te krijgen. Hier zien we dus de relatie tussen de sterke emerging markets en in dit geval de val van de dollar. De blauwe lijn is de dollar index spot. Nou, die geeft weer hoe die dollar dus ten opzichte van een mandje van een aantal valuta zich verhoudt. En de MSCI emerging markets index is dat witte lijntje. En u kunt wellicht het verband daarbij zien. Ja, emerging markets, ze bestaan eigenlijk al als index sinds 1988 en ze gaan ook bijna in lijn met de prestaties van de US dollar. Sterke dollar, zwakke emerging markets, valuta en vice versa. En de markt, ja, iedereen die je spreekt, zou je kunnen zeggen, die verwacht dat de dollar verder gaat verzwakken en dat het herstel door gaat zetten. Ja, alleen als we het dan over emerging markten hebben, dan is natuurlijk de vraag, wie of wat zijn dan nog emerging? En er is een groot verschil tussen die emerging markets. En daarbij spelen ook valuta een belangrijke rol. Kijkt u maar even mee zo direct. Om te beginnen deze grafiek. Hier laten we zien hoe die index van die emerging markets het de laatste jaren heeft gedaan. We zijn nog lang niet terug bij het niveau van 2007. Dus je zou kunnen zeggen, deze sector, dit gedeelte van de economie, heeft 20 jaar lang eigenlijk stilgestaan. Tenminste, voor beleggers stilgestaan. Dus we zijn bijna terug bij een top, die top van voor de Global Financial Crisis 2008. Dan de definitie. Waar moet je dan precies zijn? Want ja, Latijns-Amerika is ook een emerging market. En Brazilië en Zuid-Afrika. Ja, klopt. En niet
iedereen of alles is hetzelfde. Hier zie je ook een heel groot verschil als het gaat om die emerging markets. Met of zonder China. Dat witte lijntje, laat zien, ligt bovenaan. En dan zit China daar niet in. Dan heb je dat paarse lijntje en dan zie je de Emerging Markets Index, dus de MSCI, de brede index. En in dit geval zie je ook die Emerging Markets, het blauwe lijntje, dat is dan zonder Azië. Nou, je ziet dat die sector nog heel ver achtergebleven is. Dus het is met name Azië wat op dit moment de kar trekt en waar het geld naartoe stroomt. Ja, zoals gezegd, ik denk dat die aandelen daar ondergewaardeerd zijn. Zeker ten opzichte van de ontwikkelde markten. Ja, u kunt maar ergens één keer met uw geld naartoe. En zoals gezegd, valuta speelt natuurlijk wel een belangrijke rol. En die emerging market valuta, die zijn de laatste tijd in herstel. Ook dat laat deze grafiek zien. In dit geval de zwarte lijn, die laat dus de currency index zien. Nou, er is een equity underperformance, zoals gezegd, tussen de emerging markets en de ontwikkelde markten in termen van koers-winstverhoudingen. En die is echt interessant. Dus die koers-winstverhoudingen zijn een stuk lager in de emerging markets. Zo'n 3 à 4 punten gemiddeld genomen ten opzichte van de DM, de developed world. En ja, de USA die ligt dan natuurlijk ver boven. Hoe ver? Kijkt u maar even in het volgende grafiekje en let daarbij ook eventjes op Spanje en op de UK, want die is ook wel grappig om te zien. In dit geval hebben we het hier over een trend adjusted PE ratio. Dus met andere woorden, de koers-winstverhoudingen van die aandelen die genoteerd staan in de diverse landen. Nou, u ziet bovenaan het lijstje niet Amerika, maar dat zit dicht tegen die 25 aan, maar dat is India op dit moment. Daar heeft zich recent een vrij sterke explosieve groei voor gedaan als het gaat om die aandelenindices. Als je dan kijkt, wordt Brazilië naar verhouding. En ook, kijk, Netherlands. Ja, we zijn geen ontwikkelingsland, zoals u begrijpt. We zijn een DM. Maar we zitten hier wel in dit lijstje. We staan ook net boven de 20. En dan de wereldmarkt, die zit ongeveer net als Nederland, zo rond de 20 keer de koerswinst. Nou, als je dan terugkijkt in dat lijstje, dan zie je helemaal rechts, zie je een paar zaken heel opvallend staan. We zien Turkije met 5-6 keer. We zien de UK. Waarom zal het zijn, zult u zeggen? Nou, u kunt het zelf bedenken. En Spanje, wat ook onderaan het lijstje bungelt. Maar we zien ook landen als Korea, Japan, uiteraard Zuid-Afrika, Mexico en Hongkong, Indonesië, Maleisië. Het zit allemaal een stuk lager dan 25 keer de koers-winstverhoudingen van de VS. En dan ga je over serieuze verschillen praten. Dus die achterblijvers hier, en zeker dus die landen waar je een redelijke groei en technologie ook hebt, zoals China, Maleisië, Singapore, noem het maar op, en Indonesië ook, daar in die landen, daar is nog wat te halen. Geldstromen trekken dus aan, ja, en volg vooral de grote geldstromen. Follow the money, zou je kunnen zeggen. Dat zie je hier in deze grafiek. Maar ja, kan het dan alleen maar omhoog? Nee, natuurlijk niet. Want het zijn niet emerging markets en misschien nog niet allemaal even developed. En wat zijn dan risico's? Nou ja, bijvoorbeeld voedselprijzen. We hebben eerder gezien natuurlijk dat er ook sociale onrust kan ontstaan. En bovendien kan het monetaire beleid, die ondersteuning van de economie, kan op enig moment ook omslaan. En dan zou je ook zomaar inflatie kunnen krijgen. En inflatie is natuurlijk niet iets wat je wilt. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld agricultural commodity prices, ik zei u net, sojabonen staat op een 6-jarig hoogtepunt. Ja, dat zie je terug in de recente beweging. Dus er lijkt een wat stijgende tendens te zijn. Voedselprijzen, u ziet het hier, agricultural gaat stevig omhoog, rode lijn. En dat betekent ook dat de granen in dit geval, als je ze een subsector neemt, zie je ook dat die al een stukje aan het herstellen zijn. Ja, uiteindelijk is er in Azië een hoop te halen. Maar er is één grote spelbreker, zou je bij kunnen zeggen, zou kunnen ontstaan. En dat is in dit geval China. Want China heeft een groot schaduwbanksysteem. En in China hebben ze tegenwoordig iets nieuws. Dan laten ze nu ook staatsbedrijven gewoon failliet gaan. Met andere woorden, iedereen die geld geleend heeft aan die staatsbedrijven, ja, die kan fluiten naar zijn geld. En er vinden steeds meer defaults plaats. En ja, nu is het allemaal nog ver weg en zijn we natuurlijk in de ban van corona en letten we daar niet zozeer op. Maar de percentages van die defaults en met name ook de aansprekende bedrijven, de grootte van die bedrijven, dat wordt steeds groter. En dat kan natuurlijk wel iets triggeren. Een ander puntje wat natuurlijk speelt is, we zijn natuurlijk ook steeds meer gaan globaliseren. En misschien gaan we nu de tegenovergestelde tendens zien door dat corona gebeuren en krijgen we een relocatie van bijvoorbeeld productie
processen. Hè, waardoor je misschien wat internationalere spreiding krijgt en niet alleen maar meer in China gaat produceren. En bovendien is het in China ook zo, opvallend, het boomt wel en de ijzerertspray gaan wel omhoog, maar de binnenlandse consumptie in China blijft op dit moment echt nog wel een stukje achter. En dan is er dus ook nog een kleine tikkende tijdbom, oftewel de 15 trillion bondmarkt, de obligatiemarkt, die door Bloomberg als een ticking timebom wordt benoemd. China is geen kleintje meer. Het is inmiddels de tweede obligatiemarkt ter wereld. En de Chinese overheid, zoals gezegd, laat dus vaker een default ontstaan. En geen bail-out meer. En dus is in dit geval de bedrijven met een link naar de staat, ja, dan neemt wel de onzekerheid toe. Op dit moment valt het allemaal nog mee, 8 miljard default. Maar ja, er zit nog een heel onbekend risico in dat schaduwsysteem. En zombiefirma's worden nu door de Chinezen aan hun lot overgelaten. En dat is wel een tijdje anders geweest, waardoor je ook creditstress krijgt. En op korte termijn kan er dus daarmee een probleem ontstaan. Op lange termijn kun je zeggen, is dat wel goed? Want daarmee saneert de markt zichzelf. Alleen op korte termijn kan dat dus even een bommetje zijn wat ontploft. Zwakke bedrijven, die worden op deze manier wel uit het systeem gehaald. En zoals gezegd, op lange termijn lijkt me dat gunstig. En dan is er nog iets, als u nu denkt, dan kijk je toch gewoon naar de rating agencies, wat die zeggen over zo'n bedrijf. Nou, dan kun ik u bij deze meedelen, die zijn in China niet te vertrouwen. En daarnaast is het ook nog eens zo, dat als je denkt, er is wel een faillissementsprocedure, die is totaal ondoorzichtig. Dus in dat opzicht hebben we hier nog echt wel te maken met emerging markten, zich ontwikkelende markten. Ja, ik zei het al, we moeten het hebben over koers-winstverhoudingen. Want het is van belang als we aandelen kopen en als u dat voor het volgend jaar wil doen, dan is de vraag, ja, wat koop ik op dit moment eigenlijk? Nou, kijkt u dan even met me mee naar de volgende grafiek. Want hier zien we de waardering volgens CAPE. En dat is een Cyclical Adjusted Price Earnings grafiek. Niet door mij bedacht, maar door professor Shiller. En Shiller is een grote naam in de VS en heeft ook de Nobelprijs gekregen, onder andere voor zijn werk. Wat hij doet, is hij maakt een price-earnings-grafiek, een koers-winstgrafiek, en laat dus zien hoe de waardering van de diverse aandelen zich op dit moment verhouden ten opzichte van de geschiedenis. En op dit moment ziet u staan, volgens Schiller zitten wij nu op een koers-winstverhouding van 33. Oké, 33 keer de winst. Ik maak vaak voor mensen die nog met beleggen moeten beginnen een vergelijking. En dan zeg ik, stel je voor, je koopt bij jou de snackbar op de hoek en je doet een bod. En je vraagt aan de eigenaar van die snackbar, joh, ik wil die zaak van je overnemen. Nou, hoeveel keer de winst moet je betalen aan die snackbar? Nou, waarschijnlijk 3, 4, 5 keer misschien, als het een goedlopende snackbar is. Misschien wel in een nieuwbouwwijk, wie zal het zeggen. Nou, mooi, dat doe je. 3, 4, 5 keer de winst, dat vind je reëel. Misschien betaal je voor een heel mooi verhaal, een hele mooie zaak, misschien een beetje meer. 6, 7 keer de winst. In Nederland wordt er in de reële economie 5, 6, 7 keer gemiddeld betaald voor een bedrijf. Als je het hebt over een koers-winstverhouding. Op de financiële markten hebben wij een koers-winstverhouding, hebben we totaal andere maatstaven. Betalen we op dit moment voor de S&P 500 bedrijven, de 500 grootste bedrijven, gemiddeld genomen, let wel, dat is een gemiddelde, 33 keer de winst. Dus je kunt nou niet zeggen, goh, aandelen zijn goedkoop, laten we die eens even kopen. Kijk, wanneer waren ze goedkoop? Ja, ten tijde van crisis. In 1921 had je 5 keer de koerswinst. Of in 1930, na die grote crisis. Of begin jaren 80, toen het feest allemaal nog moest beginnen en we nog geen Ben Bernanke's hadden die de zaak structureel omhoog pompte. Toen hadden we 5, 6, 7 keer de winst. De tijd dat ene meneer Warren Buffett zijn vermogen vergaarde, kon die aandelen kopen met een leuk dividendrendement van 4-5% en een koerswinst van 7-8 keer. Ja, dan ga je wel geld verdienen als je koopt en blijft zitten. Maar als je nu koopt en blijft zitten en je betaalt 33 keer de winst, dan neem je een krankzinnig voorschot op de toekomst. 33 keer, u kunt het zelf beredeneren, is heel erg hoog. En natuurlijk hebben we Adyen's en hebben we Tesla's en hebben we fantastische groeiperspectieven. En natuurlijk begrijp ik ook wel dat je daar wat meer voor moet betalen dan je plaatselijke snackbar. Maar toch, er is een verhaal waarbij je zegt, er komt een enorme spanning in dat systeem. En hoe kan het dan dat we zo met z'n allen doorgeslagen zijn? U weet het, dat hebben we allemaal te danken aan dat gratis geldbeleid van die centrale banken. Dus daar moet u wel in uw achterhoofd rekening mee houden. Het is een feest en het feest kan nog doorgaan. En je kunt nog idioter, want van gek kan het gekker worden. Want kijk maar, in 2000 hadden we zelfs KW's, koerswinstverhoudingen, van bijna 45. Dus zeg niet dat 33 meteen de top is en dat het lager moet. Dat is onzin. Het kan lang hoog blijven. Het kan nog hoger gaan. Maar het is wel een
ja, zou ik zeggen, wel een klein waarschuwingje van mijn kant, dat u niet al te enthousiast moet worden in uw drang om uw geld, in dit geval, te beleggen op financiële markten. Denk wel na wat u doet en wat u koopt. Goed, dan de koersstijging van de S&P 500 sinds 5 december 1996. Ik heb het laatst al gezegd in een van mijn marktupdates. Ja, dit is sinds dat er van Greenspan op 5 december, we met z'n allen schrokken, ik in ieder geval wel, in die tijd kostte me toen geld, want in één keer riep Greenspan, this is irrational exuberance, nog nooit vertoond. De voorzitter van de Fed roept in één keer dat de aandelenkoersen eigenlijk irrational exuberance hebben, oftewel irrationele overdrijving, uitbundigheid. Dat betekent in dit geval exuberance. Ik moest het woord destijds opzoeken. Het heet in dit geval, dat betekent in dit geval uitbundigheid. Ja, inmiddels zien we, ook in 96, zoals gezegd, liep het nog 4 jaar door, werd het nog gekker. En dat kan nu natuurlijk ook gebeuren. Het is niet gezegd dat het morgen alleen maar naar beneden toe kan. Maar we zitten hoog in de boom, bij alle standaarden, hoe je het ook berekent. Of je nou kijkt naar price-sales ratio's of naar PE-ratio's, u ziet ze beide hier in beeld. Ja, conclusie van dit inleidend commentaar. De markt verwacht een herstel van de economie en de bedrijfswinsten. Centrale banken ook inderdaad, die zullen blijven steunen. Ze kunnen niet anders. De rente blijft laag, tenminste voorlopig. En de dollar wordt misschien een stukje zwakker. Maar dan hebben we dus dat inflatierisico waarvan iedereen denkt, ook de Fed, dat het voorlopig wel laag zal blijven. Maar als er ergens een trigger komt voor een, ja, laten we zeggen, een zwart zwaantje of een grijs zwaantje, wat zomaar een zwarte zwaan kan worden, dan ligt dat misschien daar wel. Daar waar niemand hem verwacht, daar waar iedereen denkt, die rente blijft laag, die inflatie is onder controle, voorlopig verandert er niks. Ze zullen alles uit de kast halen om dat zo te houden, for sure. En daarom is het ook redelijk om te denken dat die aandelenkoersen nog verder kunnen, dat het goed blijft gaan. Maar we houden in dit geval wel in uw achterhoofd dat de PE-ratio's hoog zijn en misschien wel een tikkeltje te hoog. Onze analyse in dit kader. Ja, er is een grote consensus in de markt. En dat is iets wat ik wantrouw. Als te veel mensen over hetzelfde kletsen, dan moet je voorzichtig zijn. Zo te zeggen, ja, maar jij praat ook over emerging markets en je ziet dat er veel geld naartoe gaat. Dat klopt, maar ik heb uitgelegd dat er in die emerging markets nog sprake is van een reële waardering. Van in ieder geval groei op termijn. Maar wat moet nog de groei in Europa zijn met een vergrijzde samenleving, met weinig innovativiteit? Wat moeten we van Amerika bedenken? Er zijn natuurlijk nog steeds hele goede ontwikkelingen, maar van de andere kant, daar zit ook een hele hoop pijn in de markt. Anyway, emerging markten zijn volgens mij interessant. Dus als je dan toch wilt beleggen, dan zou ik persoonlijk daar een deel van mijn kapitaal in stoppen. En bedenk wel, dat blijven volatiele markten. Die eurozone, ja, die blijft kwetsbaar door de oplopende schulden. En ik denk dat we in 2021 misschien wel eens een solidariteitsissue kunnen krijgen binnen de eurozone. Voor nu is het allemaal pais en vree, tussen aanhalingstekens. Ja, hebben we dan misschien veel goed nieuws ingeprijsd? Ik denk het wel. Misschien iets te veel op korte termijn? Ik denk het ook. En spreiding, ja, dat is ook een lastig thema. En risicomanagement blijft cruciaal, zoals uiteraard altijd. Goed, dat is mijn inleiding. We gaan heel kort een klein tikkie gebruiken om een slokje te drinken. En ik zou zeggen, neem vooral een stevige slok. Zorg dat u iets, laten we zeggen, iets krachtigs tot u neemt. Want ik heb een heel aantal hele leuke strategieën die ik zo direct ga bespreken. En daarbij is het wel van belang dat u scherp bij de les blijft. U begrijpt het, als er een break is, komt er reclame. En ik ga een kleine reclameboodschap voor u verzorgen. Ik breng u vervolgens dit plaatje in beeld. Dit is een plaatje van een fonds dat sinds kort mijn naam draagt. Het Brouwers Fund. En ik heb recent besloten in samenwerking met een aantal professionals om een eigen fonds te lanceren. En dat heeft in dit geval de naam Brouwers Fund. We gaan hierbij gebruik maken van een aantal strategieën. En die strategieën die ga ik toelichten. En die strategieën die hebben we uiteraard ook getest. We hebben die strategieën getest ook met echt geld, ook de afgelopen jaren. En gemiddeld genomen komen die strategieën neer op een return van 6,4% over een periode vanaf 2008. Dat is misschien helemaal niet zo spectaculair. Het is een gemiddelde, een langjarig gemiddelde, wat u ook wel bij aandelenkoersen ziet. Maar wat wel belangrijk is, is dat u hier een tweede cijfer bij in gedachten moet hebben. En dat is namelijk iets wat wij noemen een maximum drawdown. Oftewel een mindere periode. Elke strategie, ook die van ons, kent mindere periodes.
Wanneer ze komen, weet je niet. Dat ze komen, weet je wel. Hoe diep ze zijn, ja, daarvoor kun je alleen naar het verleden kijken. We hebben gezien dat onze strategieën in dit geval een beperkte drawdown kennen. Als je dat op dagelijkse basis meet, zie je een drawdown van 4,6%. 4,6% risico in ruil voor 6,4% gemiddeld rendement. En let wel, het woordje gemiddeld is lastig. In dit geval zei ooit een schrijver in Nederland, ik ben even zijn naam kwijt, die zei ooit iets heel interessants. Er waadde eens een bioloog door een riviertje van gemiddeld 50 centimeter diep en hij verzoop jammerlijk. Gemiddeld betekent gemiddeld. En dat betekent dus niet dat als je vandaag meedoet, je morgen die 6,4% haalt. Gemiddeld betekent letterlijk een gemiddelde over een langere periode. Dat geldt voor aandelenbeleggingen, dat geldt ook voor onze strategieën. Ik wil deze strategieën uitgebreid gaan toelichten. Dat doe ik niet nu, maar dat doe ik volgende week om dezelfde tijd. Heeft u nou interesse om te weten wat we daar doen? En, heel belangrijk, zou u mee willen doen? Dan is er één voorwaarde. We kunnen namelijk helaas alleen mensen accepteren met een participatie vanaf 100.000 euro. Dus hoe graag ik dit ook als kruidenierszoon aan zou willen bieden aan een ieder die mij dierbaar is. Dit is helaas alleen mogelijk vanaf 100.000 euro. Deze strategieën ga ik dus toelichten. Als je de strategieën vergelijkt over de afgelopen periode, moet u kijken naar dat groene lijntje. En dat groene lijntje, dat ziet u hier. En dat heeft een soortgelijke opbrengst gekend als de S&P 500 over de periode 2008 tot en met vandaag. Er is één groot verschil. Dat grijze lijntje, ziet u hier, heeft ook een dipje gekend. 48% ging de S&P 500 onderuit in de Global Financial Crisis. Hier ziet u een stabiele groene lijn. En ook in vergelijking met de conculega's, het oranje lijntje, ziet u dat wij een goede performance laten zien. Zoals gezegd, heeft u interesse daarin, dan bent u volgende week vrij om te participeren in een webinar. En als het goed is, Tom, krijgen we zo meteen een call to action in beeld. Heel goed, dat is deze. Tom, laat hem nu zien. Mocht u mee willen doen, dan moet u zich uiteraard wel even aanmelden. En als u meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u dat hier aangeven. Ik neem 1 minuut pauze. Ik neem even een slokje te drinken. En dan ben ik zo weer bij u terug voor de tips en de strategieën voor 2021. Oké, goed. We zijn weer terug. Een korte break. Ik hoop dat u een sterke kop koffie heeft meegenomen. Misschien bent u een beetje nog beduust van de stroom aan woorden. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk mijn analyse en mijn visie voor het komend jaar te geven. Ik hoop dat u daarmee een aantal zaken heeft heb ik kunnen belichten, daarmee hoop ik. En zoals gezegd, het is van belang dat we nu na gaan denken over wat we dit jaar kunnen gaan doen. En ik heb het maar het onderdeel Gouden Tips genoemd, met een hele dikke, vette knipoog. Want vanaf het bestaan van het beleggingsinstituut heb ik tegen mensen gezegd, ik geloof niet in gouden tips, ik geloof wel in een gouden of een goede structuur en een goede strategie. En dat meen ik nog steeds. Zoals gezegd, de mensen die mij al wat langer kennen, die weten dat ik voorstander ben van het gebruik van opties, om daarmee risico's af te dekken. En ik moet u bekennen dat ik de komende 3 kwartier, dat ik dit ga doen nu, ook veelvuldig het woord optie zal hanteren en zal gebruiken. En ik zal u ook uitleggen waarom. Wij verzekeren in ons leven alles. Mensen hebben geld, hebben geen geld, hebben goederen, hebben een huis en we verzekeren alles tegen onheil. Nou, dat lijkt me een goede en degelijke aanpak. Alleen, er zijn ook heel veel mensen die naakt op de aandelenbeurs rondlopen zonder bescherming. En dat heeft mij echt altijd verbaasd. Want u weet het, je kunt zomaar eventjes een klein brandje hebben op de beurs. Soms een brandje van 38% en wellicht is op tijd de brandweer aanwezig en wordt het brandje geblust. Maar er zijn ook brandjes geweest van 70%, van 55%, van 32%. Enfin, de afgelopen decennia hebben we er meerdere voorbij zien komen. Sommige mensen kunnen die brand uitzitten, zou je kunnen zeggen. Die hebben tijd en dan is het misschien een kwestie van blijf zitten waar je zit en verroer je niet en dan komt het goed. Zeker, dat kan. Maar er zijn ook mensen die hebben die tijd niet meer. En veel mensen met vermogen, die zijn toch wat meer op leeftijd. 55, 60, 65 plus. Ja, en hoe graag je dan ook wilt blijven zitten voor de lange termijn. De termijn is gewoon wat korter. En ik denk dat je dus mentaal en financieel beter af bent door gewoon je risico's te managen. Kijk, en ondanks mijn pogingen om iets zinnigs te zeggen over 2020 en 2021. Het blijft glazen bollenwerk. En ik weet dat ik een inschatting kan maken zo meteen over Ahold en Koninklijke Olie of over Unilever waar ik het over ga hebben of over de AIX. Maar het kan zomaar zijn dat ik het fout heb.
En dan wil ik weten, wat kan ik maximaal verliezen? Wat wil ik maximaal verliezen? Nou, en dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Denken vanuit je ongelijk. Nou, daarvoor heb ik opties nodig en daarvoor maak ik veelvuldig gebruik van die instrumenten. Overigens, dit is een raadseltje. U mag er even over nadenken. Kom er aan het einde van het webinar op terug. Het gaat altijd langer door dan je verwacht. En als het draait, komt het onverwacht. Goed, we beginnen met de AEX-index. Hier de beelden vanaf in dit geval 1987, toen ik zo'n beetje begon met beleggen. En toen hadden we hier ergens links onderin een fraaie rode streep. Dat was de crash. Toen daalde het 21% op 19 oktober 1987. 21% daling op één dag. Tja, moet je zich voorstellen, we worden morgen wakker. Dan staat de index niet op 616, maar dan staan we gewoon op, nou wat zal het zijn, 480 of zo. Ja, dat is nog eens een keer een beweging. Dat kan dus zomaar, hè. Dat is gebeurd. En u ziet hier meer dalingjes. De daling van 70% tussen 2000 en 2003 en de daling in de Global Financial Crisis van 55%. Nu dus ook die coronadip. Ja, het is een dipje, we zijn hersteld. Nu ziet alles lijkt weer vergeten en vergeven. Als je de afgelopen periode wat meer inzoomt, dan zien we hier het verloop. En dan zien we ook dat 6,25, 6,30, de zone waar we nu zitten, een redelijke piek laat zien. Je kunt ook zeggen, de markten, voorgaande grafiekje, we zijn nog lang niet terug bij die top van 2000. Nu, dit is een vertekend beeld. Want als je passief zou hebben belegd in aandelen vanaf 2000, dan sta je wel degelijk in de winst, dankzij het dividend. Dankzij het rente-op-rente-effect, het rendement-op-rendement-effect, het achtste wereldwonder volgens Albert Einstein. Dus beleggen kan lonen, zeker ook voor de lange termijn, moet je wel die 20 jaar uit kunnen zitten. Natuurlijk heeft u in 2008, 2009 bent u begonnen met beleggen, heeft u gouden tijden meegemaakt. En ik vrees dat veel beleggers alleen maar die gouden tijden hebben meegemaakt de afgelopen 10, 12 jaar. Maar het is natuurlijk heel goed denkbaar dat er ook andere periodes kunnen ontstaan. En daarom moet je altijd zorgen dat je je risico en je defense op orde hebt. Ik laat u zien dat beleggen wat tegenwoordig heel populair is en heel vaak gebeurt in de vorm van een ETF, dat dat eigenlijk ook anders zou kunnen. Met misschien wel een tikkie minder risico. Mijn eerste tip, strategie voor het komend jaar, laat deze combinatie van opties zien. Ik ben een groot voorstander van lange termijn call opties. In dit geval koop ik hier een lange termijn call 600 december 2024. Die dingen deden, toen de index 625 stond, deden afgerond 125 punten. Ik heb deze premies een klein beetje afgerond. Ene is wat meer, andere is wat minder, maar om leuke recht toe recht aan ronde getallen te hebben. De call 600, 125 punten, dat is 12.500 euro, hè? Eén zo'n optie. Even voor de goede orde. Als u zo direct met naar deze tips kijkt en denkt, ah, ik heb geen verstand van opties, maar dit zal wel goed zijn, dit ga ik morgen even uitvoeren, ja, dan word ik bijna boos. Dan kom ik achter mijn scherm vandaan, dan kom ik door de camera heen gekropen en dan zeg ik, niet doen. Oké, zorg dat u begrijpt wat u doet met uw geld. En dit is iets wat ik doe, we willen dat graag uitleggen, we leggen dit uit op onze website, u kunt zelfs cursussen daarvoor volgen, I don't care, koop een boekje, maakt me niet uit, maar ga niet zomaar iets doen als je niet begrijpt wat hier staat. Oké? Goed, de call 600, die kost 125, daar koop ik er twee van. Ik schrijf vervolgens een 650 call voor eind volgend jaar, een jaar vooruit, krijg je 25 punten voor. Datzelfde doe ik ook aan de putkant, 550, schrijf ik ook één keer. Levert ook 2.500 euro op. En dan koop ik als dekking de put 500 juni 2022. Die koop ik twee keer voor dezelfde premie. Dit totaal kost 25.000 euro. Dat is fors. En dit moet je ongeveer zien op een portefeuille van bijvoorbeeld 2,5 ton. Dus dit is ongeveer het equivalent van 250.000 euro als je dit belegt. Het is ongeveer 10% wat je nodig hebt. En 90% van je geld kun je dus eigenlijk parkeren. Nou is de vraag, hoeveel risico kun je dan lopen op dit geld? Nou, hier in deze grafiek is uitgedrukt het percentage op deze investering. Oké, voor de goede orde. Nou, heeft u de blauwe lijn in bezit, bijvoorbeeld een ETF, en gaat u mee met de AEX, dan gaat u rechts omhoog en links naar beneden toe, en is het één lange grote blauwe lijn. Die rode lijn, dat is wat wij proberen te doen met onze beleggingsinstituutstrategie. We laten eigenlijk proberen die blauwe lijn goed na te bootsen, en we proberen eigenlijk ook het risico vooral te verkleinen. En dat doen we, want u ziet, als die index gaat dalen, hebben wij daar ook last van. Want deze strategie is bedoeld om de koersen omhoog te volgen zo goed mogelijk, maar niet
naar beneden toe. En sterker nog, uiteindelijk zelfs minder af te buigen en de risico's ongeveer te halveren als het echt helemaal fout zou gaan. Denk aan min 50, min 70. Ik zeg niet dat het morgen gebeurt of niet volgende week, maar het kan. En als je dan deze bescherming hebt, dan ben je godsgruwelijk blij dat je dit webinar hebt gevolgd. Tenminste, als je het opgevolgd hebt. Goed, dat kun je dus doen op deze manier, maar er is meer. Je hebt ook een offensieve strategie waarbij je dus bijvoorbeeld deze combinatie doet. Dan bestel je wat meer geld. Dan heb je in dit geval te maken met 3 keer een call. Ik schrijf nu 2 keer om niet alleen maar te profiteren van een stijging, maar ik wil ook vaak op meerdere paarden wedden. En als je goed kijkt, dan ziet u dat rode lijntje ook in de zone 650-600 boven dat blauwe lijntje ligt. Dus het is mogelijk om met een tikkeltje meer risico niet alleen rendement te maken, nog meer dan alleen maar recht toe recht aan te beleggen, naakt te beleggen, kun je ook op deze manier beleggen en daardoor wat meer rendement maken in een zijwaarts scenario. Want ja, wie zegt niet dat de index misschien wel blijft kwakkelen, dat 625 het topje is. Misschien gaan we terug naar die oude top op 700. Staan we daar volgend jaar? Het zou zomaar kunnen. Misschien blijven we kwakkelen rond het huidige niveau. Misschien zakken we ook wel een tikkie terug. Enfin, afhankelijk van uw visie, of u neutraal, offensief of defensief denkt, kunt u dus maatwerk leveren met in dit geval dit soort opties. En in dit geval is dit een wat meer defensievere constructie, voor dus de belegger die denkt, ja, ik weet het niet, ik wil wel meedoen omhoog, maar ik wil zeker niet te veel risico naar beneden toe. Nou, dan zou je bijvoorbeeld deze combinatie kunnen doen. Dan heb je dus 2 calls, 1 keer schrijven, 1 keer schrijven en 3 puts. Dan leg je dus net even het accent ietsje anders. Nou, dit is dus een voorbeeld waarmee je dus ook kunt beleggen. Groot voordeel hiervan, zoals gezegd, dat je het risico onder controle hebt. Goed, ik ben kruidenierszoon en mijn vader had helaas geen Albert Heijn. Hij had een co-opzaak, was niet eens eigenaar van die zaak helaas, want ja, hij wilde geen schuld en je moest eerst werken voor je geld. Dat gold toen nog in die generatie. Maar als kruidenierszoon heb ik wel een klein zwak voor het bedrijf Ahold. En dan kun je zeggen, ja, Ahold, dat is history, dat is een defensief bedrijf. Wat moet je daar gewoon dus naar mee? Niemand wil het hebben. Kijk maar, de laatste maanden ligt het onder druk. En Amazons van deze wereld, die groeien veel harder. En bol.com is leuk, maar nou ja, goed, u kunt allerlei argumenten benoemen. 1 ding wat ik doe is, ik denk dat Ahold een hele interessante is. Niet omdat het spectaculair gaat stijgen, verre van. Maar ik denk, als je een jaar verder bent, dat we misschien wel helemaal niet zoveel zijn opgeschoten met Ahold. Dat het misschien nog wel steeds hier ligt te kwakkelen rond die 23. En ik zou dat fantastisch vinden. Ik zou het zelfs heel erg leuk vinden. Hoe dat kan en waarom, zal ik u zo uitleggen. Eerst even wat fundamentele gegevens. De koers-winstverhouding van Ahold ligt momenteel ergens rond de 10,5 à 11. Dus ik had het over die snackbar, weet je nog, 4-5 keer de winst. De Albert Heijn supermarkt, inclusief bol.com, en niet alleen de Albert Heijn supermarkten, want Ahold haalt een deel van zijn omzet ook in Amerika. Het concern Ahold heeft een koers-winstverhouding van 10,5 à 11. Dat is niet idioot. Sterker nog, ik vind dat wat aan de magere kant, zou je kunnen zeggen. Terwijl de groeiverwachting, hier ziet u dat, dit zijn cijfers van Thomson Reuters, en hier ziet u de winst per aandeel en het dividend afgebeeld. Nou, in dit geval verwacht de markt, hè, mensen die ervoor doorgeleerd hebben, dat het Ahold zo ongeveer rond de 2 euro per aandeel gaat verdienen. Nu, het aandeel staat net even 23, 2 euro per aandeel. Nou, dan kunt u rekenen, sta je precies op 10,5 keer de winst. Nou, dat vind ik acceptabel, dat vind ik zeker niet duur, dat vind ik zelfs eigenlijk goedkoop. Als je dat vergelijkt met het gemiddelde wat in de markt betaald wordt. Daarnaast is het ook nog zo dat beleggers zo'n 90 cent aan dividend te verwachten hebben. Nou, dat is ook een keurig dividendrendement van zo'n 4%. Maar ja, alles kan, u weet het. We hebben ooit een keer het drama Ahold gehad. Misschien weten beleggers zich dat nog te herinneren. Het boekhoudschandaal, de boekhoudfraude daar. En dus wil ik ook bij Ahold nadenken over, ja, hoe kan ik nou een interessante strategie neerzetten? Dus niet klakkeloos dat aandeel kopen en zeggen, we zien het wel, ik strijk mijn dividend op en lang leven de lol. Nee, want dan is het een naakte belegging. En ik wil geen naakte belegging, ik wil mijn risico kunnen managen. En dus kom ik uiteindelijk uit op dit profiel. Nou, ik word hier blij van als ik hier naar kijk. Kijkt u even met mij mee. De rode lijn is de strategie die ik in petto heb. En de blauwe lijn is recht toe recht aan het aandeel kopen. Nou, die rode lijn, en Ahold staat dus nu 23, hè? Dus voor de goede orde, het zit hier ergens in dat roze-rode vlakje op 23. Als we nu Ahold een jaar lang op 23 hebben staan, dan noteer ik hier een rendement van zo'n 7%. Dus bij een niet veranderende koers in het komende jaar, hebben we het hier over 7% rendement.
Nou, dat vind ik niet verkeerd. Daarnaast is het zo, als Ahold stijgt, dan doe ik ook mee. Maar zeker niet zo hard als die blauwe lijn. Want die blauwe lijn die vertrekt en die kijkt nooit meer terug waar ik blijf. Want ik blijf ver achter. Ik ga wel omhoog, zelfs naar 10%. Bijvoorbeeld bij een koers van 30. Nou, ik ben wel positief. Maar nogmaals, ik denk niet dat Ahold zomaar eventjes naar 30 gaat. Maar richting 26, 27 zou zomaar kunnen. Maar wat ook kan, is dat we for whatever reason toch een gekke dollarbeweging krijgen. Misschien wordt de dollar echt zwakker. En dan heeft Ahold 50% van zijn omzet daar in de VS en moet het omzetten in euro's en heeft het valutaire tegenwind. Het kan zomaar het woord voor 2021 worden. Nou, dan zal Ahold het moeilijk hebben. Kan de koers naar beneden toe? Ik verwacht het niet, maar het zou kunnen. Stel, we zakken plotseling onder de 20. Nou, dan ziet u, dan ga ik in het verlies. Want bij 20, dan hebben we het dus over 15% daling. Dan pas ga ik in het verlies. En dat verlies houdt ook op. Dus als het echt een drama zou zijn, een heel groot drama, dan ziet u zelfs dat uiteindelijk het lijntje weer opbuigt naar boven toe. Nou, dat zijn allemaal scenario's die we niet verwachten, maar waar je wel gewoon over na moet denken. Hopla. Nou, dan wilt u natuurlijk weten, wat is deze strategie? En ik merk dat ik hier een sheet kwijt ben. Dus dit is even een lastige, dus die houdt u eventjes voor mij te goed. Ik denk dat die iets fout gegaan is met het laden. Maar deze strategie heb ik dus voor u in petto en ik zal hem ook uiteraard aan de abonnees overhandigen, deze strategie. En de mensen die het webinar volgen, die krijgen deze van mij in de mail, want die had ik hier moeten laden. Maar deze strategie vind ik dus leuk en is volledig met opties. Een heel stuk minder in dit geval qua investering. Maar het gaat mij vooral om het profiel. Zo wil ik meedoen in ieder geval met Ahold. Hoe precies, dat krijgt u dus wat mij betreft nog in de mail. Excuus daarvoor dat ik hem hier niet heb zitten. De volgende patiënt, zou ik kunnen zeggen, die een beetje in dezelfde lijn ligt, is Unilever. Ook zo'n super saai aandeel. En als je kijkt vanaf 2017, zie je eigenlijk dat beleggers er geen klap zijn mee opgeschoten. Het is een beetje omhoog, een beetje omlaag. En we zijn 3 jaar na dato nog steeds even ver. Unilever noteert op dit moment rond 19 keer de winst. Unilever heeft exposure in emerging markten, heeft dus ook exposure in de dollar. Nou, kan allemaal partijen zijn die tegenzitten. Wat wel zou kunnen, is dat we met z'n allen meer handen gaan wassen, ook na corona, dat we misschien wat vaker onze was doen en dan hebben we ook de spulletjes van Unilever nodig. Dus het zou ook zomaar eens wat positiefs kunnen brengen voor Unilever. Op dit moment ziet de markt dat niet, want op dit moment is het thema technologie, technologie, technologie en doet Unilever niet mee. Fijn, want dan kunnen we op een leuk niveau mee gaan doen. Kan het onderuit? Nou ja, je ziet het, corona, paniek, poef, in één keer staan we op 38. Het herstelt dan ook wel weer makkelijk en snel, maar per saldo zitten we dus nu op een niveau wat volgens mij interessant is. Nou, hoe kunnen we meedoen met een defensieve strategie? Hier word ik zo mogelijk nog blijer van. Dan zult u zeggen, jeetje jongen, 5%. Man, dat haal ik op één dag als ik aandelen Tesla koop. Dat klopt, dat haalt u in een dag, misschien wel in een uur. Veel plezier ermee. Ik heb het hier over een defensieve strategie. En ik heb het hier over september. Dus die 5% is op 9 maand basis. Dus als je dat een beetje vergroot, dan zou je aan 7, 8% moeten kunnen komen. En dat vind ik een mooi rendement voor een defensieve strategie. Wat doen we dan? We kopen hier de call 40, lange termijn, dikke premies, 10 euro per stuk. Ik koop er 10. Dat betekent in dit geval hetzelfde equivalent van 1000 aandelen. Nou, u kunt het uiteraard terugrekenen naar uw eigen positiegrootte. Maar ik geef hier het voorbeeld 10, 10, 8, 6. Om hier ook met de juiste ratio te kunnen werken. Dit profiel, wat u hier ziet, geeft weer dat als Unilever nu op 47 tegen 19 keer de winst, als Unilever nog goedkoper gaat worden en het zelfs weer terug zou gaan naar die lows van eerder dit jaar, dus onder de 42 gaat zakken, ja, dan heb ik het hier over een paar procent als risico. Dus ik loop hier 3% risico als het helemaal fout zou gaan. Dat risico is zeer beperkt. Als het overigens echt fout gaat en Unilever helemaal down the drain gaat richting 10 of 20 of whatever, ja, dan heeft u hier een heel mooie strategie in handen, want dan gaat u zelfs uiteindelijk in de plus. Als het op 0 eindigt bij Unilever, staat u in de plus. Hoe dat kan? Dat heeft te maken met de overdekking. Ik koop hier 10 calls. Die calls kunnen verliezen, maar die kunnen niet meer dan 10 punten verliezen. Maar die put onder de 40 kan die eindeloos gaan verdienen tot aan 0 aan toe. Dus die put die kan 40 punten opbrengen, terwijl die call maar 10 punten kan verliezen. Dus ik heb een communicerend vat gecreëerd, wat in eerste instantie profiteert van een stijging, want ik zit met 10 euro in een call en 2,80 euro in een put. Dus naar boven toe doe ik meer mee met mijn exposure in de vorm van de call. Naar beneden toe vang ik in dit geval daling op met mijn put. Dat heeft dit jaar, voor de goede orde, heel erg goed gewerkt. Vraagt u het maar aan onze coaching defensief klanten die gezien hebben dat we in maart in onze defensieve portefeuille
letterlijk 2-3% max in de min hebben gestaan bij een daling van 38% in de index. Dus die bescherming die kan wel degelijk zelfs in uw voordeel draaien als het fout gaat en vooral als het goed fout gaat. Goed, dan ga ik hier ook schrijven, want wie schrijft die blijft. Ik schrijf graag, ik wil graag premie naar mij toe halen. De lange termijn opties die ik koop, daar moet je voor betalen. De korte termijn opties die ik schrijf, daarmee ga ik een verplichting aan, die leveren premie op. En die premie die verwatert in de loop van de tijd. En daarom ziet u, dat is Unilever, nog letterlijk tot september, de komende 9 maanden blijft doorkwakkelen, dat voor mij verder prima is. Want dat betekent een rendement van 3-5% op 9 maands basis, dus op jaarbasis zo'n 6-8%. Dat is ongeveer de prognose hier. Unilever, niet omdat het ook hier spectaculair gaat stijgen, ik ben op zoek bij aandelen zoals Ahold en Unilever naar stabiliteit, naar redelijk betrouwbaar koersverloop tegen niet-idiote waarderingen waarbij ik denk aan stabiel zijwaarts tot hoger en met risico naar beneden toe afdek. En hoe? Nou, dat kun je hier zien. Kijk maar, ik reken dat door. Ik maak een simulatie. Hier ziet u de getalletjes van Unilever. 48, 50, 52, 55, 60. U ziet ze staan. Tuurlijk, als Unilever van 47 naar 60 gaat, dan staat iedereen te juichen die naakt in Unilever zit, want die heeft 29% rendement. Ja, maar als we naar 40 gaat, dan is het verlies ook 13%. En als we naar 0 gaan, dan ben je alles kwijt. Ik heb dat anders in dit geval, in dit voorbeeld. U ziet hier de percentages onderin staan. Zoals gezegd, dit is op 9 maands basis. Kan het dan fout gaan? Ja, tuurlijk kan ik in de min komen. Min 4% als het naar 40 gaat. En als het dus zoals gezegd echt doordaalt, dan draait het weer naar de plus. Nou, u kunt die dingen allemaal nakijken, die premies. Ik heb ze hier uitgedrukt en uitgeprint. En zoals gezegd, de meeste van ons abonnees, die kennen dit plaatje. Nou, een hele kleine, korte commerciële boodschap. We hebben ook vanaf 1 januari het voornemen om coaching defensief te gaan opstarten met een nieuwe groep. We hebben dat gedaan, een aantal van u zijn aanwezig geweest. Die hebben in dit geval ook het afgelopen jaar het coaching defensief programma gedraaid. Dit is gebaseerd op een portefeuille van 250.000 euro. Ik boots dat na, ik geef dat invulling en ik geef strategieën en ik leg bij iedere strategie uit hoe het werkt. Waarom ik het doe, wat de mechaniek is. En als ik iets verander in die aanpak, dan krijgt u een update van mij. We vielen met ons neus in de boter, want het heet coaching defensief. We zijn in januari gestart. Ik had ook niet de wetenschap dat we corona zouden krijgen en dat het in februari maart flink naar beneden zou gaan. Dat begrijpt u, neem ik aan. En dus hebben we goed kunnen laten zien hoe defensief dit traject heeft gewerkt. Nou, voor dit moment staan we toch een aardig aantal procentjes in de plus. Na in mijn beleving toch wel zeer turbulent en heel lastig jaar. Want, voor de goede orde, ik koos in het begin van het jaar ook voor Concolie, ook voor ABN, ook voor ING. Ze zaten allemaal in deze portefeuille. En ze hebben allemaal uiteindelijk de storm doorstaan door simpelweg het goede risicomanagement. Heeft u interesse en u zegt, ja, hoe doe je dat dan? En hoe gaat dat dan met zo'n strategie? En kun je dat niet een beetje beter en langer uitlichten, toelichten? Ja, dat ga ik doen. Dat ga ik ook volgende week doen, om deze tijd. Dus als u interesse heeft om eventueel met coaching defensief mee te doen, net wel, het is ook voor de wat grotere portefeuilles in dit geval bedoeld, dan kan dat. Dan krijgt u volgende week een uitleg 1 over het fonds en 2 over coaching defensief. Goed, dan gaan we het hebben over het wat actievere beleid. De AEX van de laatste 2 maanden. Mensen die mij volgen in het abonnement, die weten dat ik graag gebruik maak van een favoriete strategie van mij. En die favoriete strategie is de zogenaamde ratio call backspread of de gewone call backspread. En wat doe ik daarbij? Ik schrijf voor de korte termijn een call en ik blok dat met wat langere termijn calls af. In die defensieve strategieën van daarnet ziet u dat ik een call koop op 2024 in de money en ik schrijf boven de markt om tijdswaarde te vangen. Daarmee heb ik exposure bij een stijging en heb ik een klein beetje risico bij een daling. Bij kortere termijn werk draai ik het om. Ik schrijf op korte termijn en ik blok dat af boven de markt. Dus ik schrijf een korte termijn call en ik koop een call daarboven. Maar wel met een andere looptijd. Want het looptijdspelletje, ja, dat is het mooiste spelletje wat je kunt spelen. Omdat je daarmee de tijd in je voordeel trekt. En dus de premie naar je toe haalt. Als u er helemaal niets van snapt, probeer het als volgt te zien. Wanneer u met vakantie gaat en u belt de assurantiemakelaar op en u zegt, ik wil mij verzekeren voor mijn vakantie, heb je voor mij een vakantieverzekering en je betaalt voor 2 weken vakantie een premie. Je kunt tegenwoordig ook een jaar lang je vakantieverzekering afsluiten. Nou, de premie die u voor 2 weken betaalt is relatief gezien
vele malen meer dan wat u op jaarbasis betaalt. Absoluut gezien uiteraard minder, maar relatief gezien veel meer. Hè? 2 weken is relatief gezien veel duurder. Nou, dit is dus van belang. Dus in dit geval ga je op die manier spelen met die combinaties. Nou, dat gaat over het algemeen in een relatief klein percentage. Dus in dit geval heb ik hier €260 in zo'n trade zitten. En probeer ik natuurlijk een hoog rendement te maken. Dit is in een portefeuille van €10.000. Dus dit is niet het grote geld. Het is voor de kleinere portemonnee, om het zo maar even te zeggen. En de wat speculatievere portemonnee. Nou, dat werk, dat korte termijn werk, dat is iets wat je speelt. Nou, laat ik u een voorbeeld geven wat ik nu bijvoorbeeld zou bedenken op dit moment. De AIX hebben we gezien, 6,16. We zijn eventjes 6,25 geweest. Er ligt een belangrijke weerstand bij 6,30. Stel nu dat je de komende weken, dit is 15 januari. Sorry, opties 15 januari. Stel nu dat je zegt, 6,30, 6,35, dan moeten we eerst maar eens doorheen zien te prikken. Voorlopig hebben we kerst, oud en nieuw, en dan begint het nieuwe jaar. Nou ja, wie weet, misschien halen we het, misschien halen we het niet. Maar laten we bijvoorbeeld dus zeggen dat we de 630 call zouden verkopen, schrijven. Dan krijg je daar €530 premie voor. 5,3 staat hier. Dus als je deze call verkoopt, de 630 op de AX, krijg je 530 in dit geval. Of sorry, ontvang je €530. Maar dan heb je een risico. Nou, als je nou kijkt naar de verhouding met bijvoorbeeld maart, dan ziet u dat in dit geval bijvoorbeeld een 6,30 call op maart, die doet €15. Nou, dat is een relatief goedkopere call dan die 6,30 op januari. Het is wel veel duurder, maar is relatief gezien goedkoper. Die verhoudingen, die kun je gebruiken. En wat ik dus bijvoorbeeld in dit geval zou doen, is dan koop ik de 6,40 call, die koop ik. Daar betaal ik €1100 voor. Ik ontvang €530 dat ik de 6,30 schrijf. Dan ga ik er dus vanuit dat die markt nog zal proberen richting de 6,30 te lopen. Maar dat ik niet 1, 2, 3 verwacht dat hij daar doorheen banjert. Dus ik schrijf de 6,30. Ik koop de 6,40 op maart. En ik koop een heel klein verzekeringetje extra. En dat is de call 700 op maart. Zou je zeggen, jeetje, verwacht je dat we in maart 700 staan? Nee. Ik heb die call nodig als extra bescherming. En die extra bescherming neem ik omdat ik zomaar mijn visie fout kan zien lopen. En als we wel door die 6,30 heen knallen, ja, dan kan het misschien wel gekkenhuis worden begin van het jaar. En dan stomen we op en dan staan we binnen no time misschien wel 6,40, 6,50, wie zal het zeggen. En dan komt dat kleine colletje mij heel erg goed van pas. Want dat kleine colletje 700, wat nu op 98 cent staat, dat verandert bij 20 punten stijging in €2,05. Dan moet u even in dit lijstje kijken. En bij 40 punten stijging verandert die zelf in €4,90. Dus ik koop die call erbij als extra bescherming. Dus wat doe ik nu? Korte termijn, kunt u zomaar doen, eindejaarstreed, de 6,30 schrijven, de 6,40 in dit geval kopen en de 700 call kopen. En dan maar eens even kijken waar we in januari, op 15 januari staan. Nou, dat vind ik een leuk spel en dat is een spel wat we al een tijdje spelen. Gaat dat altijd goed? Niks gaat altijd goed. Sterker nog, dit jaar ging dat eigenlijk helemaal niet zo geweldig. U ziet hier rode cijfers staan. Als u kijkt in 2020, ziet u hier staan op een portefeuille van 10.000, dat wij op dit moment keurig netjes in de min staan van min 2%. Voor het eerst sinds, in dit geval, het ontstaan van het beleggingsinstituut, zit ik met mijn tradingportefeuille in de min. Vorig jaar hadden we 14% rendement, jaar daarvoor 40%, 17%, 19% enzovoorts. Nou, een enkel jaar staan we op of nabij de nul, zoals ook in 2015. Dus dit is niet ieder jaar feest, dit is niet ieder jaar spektakel, maar per saldo denk ik dat dit nog niet eens zo verkeerd is. Dit jaar helaas niet echt een succes, maar dit is wel wat we doen en ook in volgend jaar gaan doen. Dan hebben we een aandeel, want u bent positief misschien en u zegt, ja, de beurs, moet ik nou wat kopen? Moet ik niet wat, iets kopen wat achtergebleven is, wat nog niet zo heel erg duur is? Ja, ik denk dat ING een herstelkandidaat kan zijn. Let wel, ING, vorig jaar, begin van het jaar, was iedereen eigenlijk, inclusief deze meneer, positief en dacht van, nou, die financials die kunnen het wel eens gaan hebben. Want ja, ook toen was ING al jarenlang een achterblijver en had het de potentie om op te stomen in de vaart der volkeren. Nou, u ziet, is niet gebeurd. We zijn terug bij €7,50. Maar stel dat je nou denkt, ja, maar hoe doe ik nou mee? 7,5 ING, jongens, we krijgen nog een mutatie in dat vaccin. Dat gaat langer duren, die lockdowns. Het blijft een en al ellende. Ja, dan moet u niet in ING zitten, want dan gaat het hem voorlopig niet worden. Maar als u zegt, ja, maar misschien gaat het wel. Hoe kan ik dan veilig meedoen? Nou, dan zeg ik, koop een bommetje. Koop een out-of-the-money colletje voor weinig, want die kan zomaar eens spectaculair stijgen. En ik zou, exemplarisch voor deze strategie, een aantal bommetjes in mijn portefeuille plaatsen. Bommetjes in positieve zin.
vuurwerk, hè, niet stunten. U weet, u bent rund als u het vuurwerk stunt, dus dat moet u niet op die manier doen. Maar een bommetje kan geen kwaad. Want, stel nou eens even het volgende. We hebben hier 2024 staan. En u kunt een kolletje 10, kunt u kopen voor 8 duppies. 77 om 83 cent. Laten we eens even zeggen 80 cent. 80 cent is 80 euro. En dan kun je zeggen, ja jeetje, naar 10. Dan moeten we nog van 7,5 naar 10. Ja, laten we nog even terugkijken in die grafiek. We komen van de 16, hè. Voor corona, vorig jaar, stonden we op 16. Ik heb het nu over 10. Dat is dit sprongetje in de grafiek. Is dat haalbaar? Ik denk het wel. Kunnen we naar 12? Ik denk dat dat ook realistisch is. In een herstelscenario, zodra we weer terug gaan naar normaal en de markten opgelucht ademhalen, denk ik dat zoiets als een financial, zoals bijvoorbeeld een ING, terug kan naar 10 à 12. Nou, ze zeggen, ja, dat is 5 euro stijging. Wat verdien ik dan met zo'n kolletje? Nou, als we bij 5 euro stijging kijken, dan moet u eigenlijk de call 10 nu vergelijken met een call die 5 punten hoger staat. Nou, dat is een call die nu in de money is. Bijvoorbeeld een call 5. Nou, een call 5 die ziet u staan voor bijna 3 euro afgerond. 2,80. Nou, dan gaan we dus van 80 naar 2,80. Van 80 naar 2,80, u kunt rekenen, dat is 350% rendement. 350% met een kolletje. Ja, zult u zeggen, maar ja, stel dat het niet gebeurt. Ik heb het hier over 2024. Dat is een call die loopt 4 jaar. U heeft 4 jaar bedenktijd om te bepalen of u aandelen ING wilt kopen op een tientje. Ja, zult u zeggen, als dat niet gebeurt, wat ben ik dan kwijt? 80 euro in dit geval. De hele investering die u in die call doet is super speculatief, is 100% verliesgarantie. He, niet goed, geld weg, zeg ik in dit geval. Die garantie geef ik u. Niet goed, geld weg garantie. Als u echter zegt, ik verwacht wel een stijging en ik wil iets hebben waarbij ik niet te veel exposure heb, geen 7,40 euro riskeer, maar slechts 80 cent riskeer, ja, zo moet u dat ongeveer zien. Ik vind in dit geval ING een van de kanshebbers voor zo'n spectaculaire comeback. Zoiets zou je bijvoorbeeld ook met koninklijke olie kunnen doen. Als u zegt, ja, die olieprijs, dat gaat nog allemaal veel meer herstellen. De OPEC enzovoorts, we krijgen nog peak oil de komende jaren en ik verwacht echt wel een herstel. Zou u ook kunnen denken aan een kolletje 20 op 2024 bij koninklijke olie. Kunt u ook, tussen aangestekens, voor een relatief lage investering kopen. Koopt u dus niet de aandelen nu op 14, maar koopt u voor 1 euro, 1,50 euro, koopt u zo'n call. Doet u toch mee, gaat die markt herstellen, doet u mee met die call. U heeft de tijd. Dus niet morgen of volgende week waardeloos. U heeft 4 jaar in dit geval de tijd tot december 2024. Dat vind ik slim. Dus plaats een aantal van die bommetjes in uw portefeuille voor volgend jaar. En dan moet je het denken aan die aandelen die flink zijn achtergebleven. Kijk, om nu nog een kolletje out of the money Adyen te kopen op een waardering van 200 keer de winst. Ja, dat kan wel. Overigens zou ik u dat dan misschien wel aanraden in de zin van een verre out of the money call. Maar dat is best wel lastig. Dat zijn ook hele hoge bedragen. Dus daar moet je dat misschien niet op deze manier invullen. Wellicht op een andere manier met bijvoorbeeld een call spread. Gewoon een reguliere spread als u nog gelooft dat dat soort aandelen flink potentieel hebben vanaf de huidige niveaus. Een aandeel Apple vind ik bijvoorbeeld wel een van die aandelen die ik nog zou durven doen. Waarbij je zegt van ja, als dat in 2024 leidt tot een Apple auto, hè, misschien heeft u het meegekregen, Apple gaat auto's maken, tenminste dat is het geheim. Ja, wie zal het zeggen, maar als u echt denkt, hey, over 4 jaar tijd zien we een heel andere koers dan Apple, dan zou je ook daar kunnen denken aan wat out of the money call opties. Dus wat van die kleinere investeringen die flink kunnen oplopen. Dan had ik u beloofd om aandacht te besteden aan het bekende dividendspel. Er zijn heel veel beleggers die zeggen, ja, koninklijke olie, maar ik heb ze al heel lang en ik krijg ieder jaar netjes mijn dividend, dus wie doet me wat? Nou ja, wie doet me wat? U heeft gezien wat er dit jaar gebeurde. 26 en we stonden op een tientje. Goed, we zijn nu weer 14, 15, maar toch. Komt het goed? Gaat het de turnaround lukken? In februari zullen we het weten bij de nieuwe strategie van koninklijke olie. Voor nu is het in ieder geval een aandeel dat veel beleggers in portefeuille hebben. En ik wil u iets laten zien waarmee je het risico van tafel haalt en het dividend kan verdubbelen. Je kunt zeggen, kan dat dan? Ja, dat kan. Ik zei al tegen u, het spelen met de tijd. Hè? Kort is duur, lang is goedkoop. Kijk maar naar deze verhouding. Als je hier kijkt naar een optie die een jaar vooruit loopt, de call 15 op december 2021, in vergelijking met de december 24, de een is 4 jaar looptijd, de ander is 1 jaar looptijd. Voor 1 jaar looptijd betaal je 1,50. Voor 4 jaar looptijd betaal je 3,50. Nou, hoeveel is 4 keer 1,50? Is 6. Dus eigenlijk zou deze call 6 euro moeten doen, maar hij doet 3,50. Hij is dus een stuk goedkoper. Mijn spelletje is er dus op gebaseerd om zo'n kolletje te kopen december 24 of voor 3,50 en er dan in te verkopen voor 1,50. Dat vergt 2 euro investering, maar dat geeft je de mogelijkheid om simpelweg op die manier 1,50 op 3,50 te verdienen.
En dat is procentueel best een hoop. En 1,50 is eigenlijk hetzelfde als het, nou ja, zelfs nog veel meer dan het dividend. Dus 2 keer zoveel als het dividend. Dus je kunt door zogenaamde time spreads, diagonale spreads, in de tijd, in de kalender met de opties te spelen, premie naar je toe halen. Terwijl je toch dekking hebt. Dus zo'n combinatie, 15-15, is bijvoorbeeld iets om neer te zetten, waarmee je eigenlijk het dividend nabootst. Als u zegt, ja, klinkt leuk, interessant, maar ja, ik weet het niet precies. Nogmaals, niet doen als je niet begrijpt wat hier gebeurt. Maar dit is interessant. En ik heb nog iets wat interessant is. En dit vind ik echt helemaal fantastisch. Ik heb dit moeten doen met de Amerikaanse aandelenopties op Koninklijke Olie. Daar noteren die aandelen op een andere koers, rond de 35. Maar ik heb het ingekaderd. Als je nou even kijkt wat hier de combinatie van de opties die ik hier nu voor geselecteerd heb. En dat is wel een klein lijstje, moet ik u bekennen. Maar ik krijg dan dit profiel. En wat hier nou leuk aan is, is dat ik hiermee in staat ben om de blauwe gestippelde lijn, dat is het aandeel. Dus stel dat u bent belegger en u koopt het blauwe gestippelde lijntje. Nou, dan gaat u rechts mee omhoog, links mee naar beneden toe. Als je nou naar de curves hier kijkt, dan zie je dat die strategie, die dan loopt tot juli, ik heb het hier over juli, 17 juli, ziet u hier dat lijntje omhoog lopen. Dan ziet u bij een koers van 35, ziet u $2000 winst in deze combinatie. Dat is bij 35. Maar ja, als je een aandeel hebt, ga je keihard naar beneden toe. Als je deze strategie doet, ga je ook keihard naar beneden toe. Dat ziet u. Hij gaat ongeveer net zo hard mee naar beneden als bij een gewoon aandeel. Dus dat kan ik hier in deze combinatie niet mooier maken dan dat het is. Dus naar beneden toe heb je hier weinig of geen voordeel. De eerste 10-15% daling remt hij af, dus dat is een voordeel. Maar daarna heb je ook een klein nadeel. Zo realistisch moet je hier zijn. Maar als je zegt, Koninklijke Olie, dat gaat nog even duren. De komende 6 maanden verwacht ik niet veel. Maar ik vind het wel lekker om dat dividend te hebben op het voorjaar. Of 1 keer per kwartaal, lees 2 kwartalen. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen, dat kun je dan nabootsen. Door bijvoorbeeld deze combinatie te doen. Want dat dividendrendement hier is vele malen hoger. Mocht Koninklijke Olie 20% stijgen in 6 maanden tijd. Ja, dan had u beter in dit geval het aandeel kunnen kopen. Maar elk ander scenario bent u eigenlijk beter af en verdubbelt u eigenlijk in dit geval uw dividend. Nou, dit is wat je met een beetje puzzelwerk kunt nabootsen. En dan zie je ook dat in de loop der tijd, je ziet hier per maand, per week, zie je eigenlijk hoe dat rendement naar je toe komt. Want die tijdswaarde, die moet verdampen. Die premie met die looptijd tot juli in dit geval, die moet eruit lopen. En dat geven deze curves netjes weer. Nou, dit is volgens mij dus interessant. Deze zit er 2 keer in. Wat ook interessant kan zijn, is deze combinatie. En ik heb hem zo voor u. Dus ik kan u zo laten zien hoe je dit voor elkaar krijgt. Hier heb je een belegger die koopt aandelen. Dat is ook hier recht toe recht aan. Maar wat je kunt doen, je kunt dus het rendement op zo'n aandeel aanzienlijk verhogen. En het risico in ieder geval definitief afblokken naar beneden toe. In dit geval noemen we dat een zogenaamde collar strategie. En daarmee verdubbel je dus ruimschoots je dividend. En het risico heb je daarmee ook definitief afgeblokt op een niveau wat u prettig vindt. Kijk, wilt u veel meer rendement, zoals hier, ja, dan neem je ook iets meer risico. Als u zegt, ja, maar ik wil niet te veel risico, dan kan je dit ook zodanig in elkaar steken dat je het risico wat kleiner maakt, dan wordt uiteraard ook je rendement wat kleiner. Maar dit is hier een asymmetrische verhouding tussen risico en rendement. Bij een recht toe recht aan naakte belegging is dat niet asymmetrisch. Bij dit soort combinaties wel. Wat doen we hier nou? Eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Wat we hier doen is we kopen het aandeel. We verkopen hier in dit geval een call optie. Sell de januari 2022 call. In het Amerikaanse aandeel moet je naar januari 2022. Je verkoopt daar de call 45. Daar krijg je een premie voor. $2.30 in de middenprik. En je koopt in dit geval een put op 35. Dus de aandelen staan 35. Je koopt een put 35. Dat is je brandverzekering. Die put beschermt tegen een daling. Dus de put-optie beschermt je tegen een daling. Die put kost geld. $5.60 in dit geval. Dus die premie, dat is ongeveer 15% premie die je kwijt bent. Zou je zeggen, jeetje. Maar vergis je niet, u krijgt natuurlijk ook wat rendement in de vorm van, in dit geval, dividend, want u heeft hier aandelen. In dit geval is het hier dus nagebootst met aandelen. Dus wilt u vasthouden aan die aandelen,
dan raad ik u bijvoorbeeld aan om dit soort dingen te doen. Koop dan die put, daarmee bent u naar beneden toe verzekerd van een gegarandeerde opbrengst het komende jaar. U heeft naar boven toe potentieel tussen 35 en 45. Nou, dat is ruimschoots de ruimte om het aandeel te laten lopen als het herstelt. En die premie die u betaalt als bescherming, de helft daarvan, iets minder dan de helft daarvan, haal je terug door de call te schrijven. Dus je koopt aandelen, schrijft een call boven de markt en koopt een put. At the money, out of the money, allengelang de zwaarte van de verzekering die u heeft. En dan krijg je dus dit profiel. En zoals gezegd, dan weet je van tevoren absoluut 100% zeker dat je niet meer gaat verliezen dan X. En dat past of past niet bij je. In dit geval lijkt me dat een interessante. Dit zijn strategieën die we ook binnen ons abonnement hebben gedaan. Ook dit, op een portefeuille van 50.000, hebben we een portefeuille gedraaid en hebben we dit soort strategieën laten zien. En ook hier hebben we, denk ik, keurig netjes redelijke rendementen behaald. Niet spectaculair, niet wild, u moet er geen tientallen procenten verwachten, maar we proberen altijd wel ergens 5, 6, 7 procent gemiddeld te halen. Dit soort strategieën doen we dus ook in die portefeuille. Ik ben een heel eind gekomen. Sterker nog, we zijn richting het einde van mijn webinar. Ik wil een aantal dingen samenvatten en ik wil u wijzen op nog een andere zaak die we onder de aandacht willen brengen. We bestaan volgend jaar 10 jaar en we hebben voor iedereen een aardig pakket aan dienstverlening volgend jaar klaarstaan. We gaan een aantal nieuwe initiatieven naast de portefeuilles hier gaan we doen. We gaan een aantal webinars verzorgen, ook met mensen van buiten het beleggingsinstituut om. Die gaan we de kans geven om hun strategie, hun aanpak te laten zien. Ik denk dat dat heel veel gaat brengen voor u als belegger. En ik denk dat we hier vanavond hebben laten zien dat je op een andere manier ook kunt beleggen volgend jaar. Want aandacht voor het risico, dat is van alle tijden. Ik moet er vaak snel doorheen. Ik wil een hoop laten zien. Ik ga dit verder uitwerken. Een aantal strategieën krijgt u ook. Als u zich daarvoor opgegeven heeft, dan krijgt u die ook uitgewerkt en wel besproken. Ik ga ze nog wat verder toelichten in een rustige omgeving, waarbij ik u uit ga leggen hoe die strategie van Ahold nou specifiek tot stand is gekomen. Dus wees niet bang, u krijgt deze dingen in uw mail, want u heeft zich aangemeld voor dit webinar en dan vind ik ook dat wij die zaken aan u moeten geven. Het is echter wel zo dat we ook vinden dat voor wat hoort wat. En in dit geval is het zo dat als u zegt volgend jaar ik wil zien hoe je zo'n portefeuille gaat managen, hoe dat allemaal werkt, dan raad ik u aan om een abonnement te nemen. En daarbij wil ik één ding nog extra benoemen. Wij bestaan 10 jaar en ik wil graag volgend jaar niet alleen maar feest vieren, want er zijn mensen in deze wereld en ook om ons heen die geen reden hebben om feest te vieren. In Nederland zijn er genoeg mensen die het moeilijk hebben en ik wil 10% van het abonnementsgeld gaan besteden aan een goed doel. Dus als u met ons mee gaat doen, dan krijgt u van mij 10% korting, omdat we 10 jaar bestaan, op het abonnement volgend jaar. En ik ga 10% van dit geld ook besteden aan een goed doel. Ik vind dat een mooie, belangrijk gebaar ook om te maken. Wij hebben het goed, velen van ons hebben het goed. En ik denk dat we dankbaar moeten zijn voor de situatie waarin wij zitten. En ik vind het in een jubileumjaar passen om ook anderen daar een beetje in te laten delen. U mag suggesties doen voor een goed doel. Zelf vind ik de voedselbank een hele voor de hand liggende, voor mensen die het wat moeilijker hebben. Heeft u andere ideeën, dan mag dat ook. Wij gaan in ieder geval ook dat goede doel belichten volgend jaar in ons jubileumjaar. Dus, bent u geïnteresseerd om ons te volgen? Velen van u doen dat al heel erg trouw en heel erg fijn om heel veel loyale abonnees te hebben. Dat geeft mij veel energie. Ook de energie om dit voor elkaar te brengen samen met de andere medewerkers bij het Beleggingsinstituut. Ik wil ook Tom bedanken voor de ondersteuning. Ja. Ik wil u bedanken voor uw interesse en misschien heeft Tom nog een laatste mededeling. Nee, ik hoop dat iedereen een leuke avond, zo net voor de kerst. Een uitgebreid webinar met veel informatie en ik hoop dat er een hoop mensen die nog geen abonnee zijn het abonnement ook aanschaffen en volgend jaar van onze diensten ook kunnen genieten en onze abonnees laten het ook blijven doen. En dan zien we denk ik iedereen weer terug in het nieuwe jaar. Zeker. En volgende week dus voor de mensen die het prettig vinden een verdere uitleg over de defensieve strategieën en over ons fonds. En voor nu een heel goed 2021 en een gezond nieuwjaar. Tot de volgende keer. Bye bye. Tot ziens.